Welkom allemaal bij dit live interview vandaag voor jou als mastermover. Laat even weten in de chat of ik goed te horen ben. Even kijken. Of jullie mij goed kunnen horen. Ik hoor je, zegt Fien. Zijn er nog meer aanwezigen die mij goed kunnen horen? Dat is altijd fijn om eventjes te weten. Ik zie dat Veronique al aanwezig is. Veronique, ook welkom. En ja, vandaag dus voor jou als mastermover een interview met Veronique Prins. Ja, Veronique, wie kent haar niet? Als je op social media zit of misschien sta je op haar maillijst. Ze is ontzettend actief, deelt enorm veel waarde. En misschien heb je ook wel gezien dat ze onlangs haar eerste boek heeft uitgebracht. Veronique is ondernemerscoach. Nou, zoals ze zelf zegt, voor ambitieuze coaches en therapeuten. En ze heeft inmiddels honderden mensen gecoacht. En dat zijn dan vooral dus coaches en therapeuten. En ja, gezonde praktijk op te bouwen, dat is haar expertise. Dus coaches en therapeuten. En ik ga haar erbij halen. En dan zal ik ook meteen mijn camera aanzetten. Veronique, ben jij erbij? Als het goed is wel. Ja, hij doet het. Yes, hij doet het. Nou, welkom. Nou, dankjewel. Welkom bij dit live interview. En voor jou als mastermover, dus ook van harte welkom vanmiddag. En jij als mastermover hebt dan ook het geluk en de kans om Veronique vragen te stellen. Dus dat is natuurlijk een enorme mogelijkheid. Ik vind het heel bijzonder dat je hierbij bent, Veronique. Ik heb je natuurlijk een hele bescheiden introductie gegeven. Nou, ik vond hem niet zo bescheiden, hoor. Oh, ik wou al vragen van waarin was ik misschien niet helemaal... Nee, dat jij zegt, wie kent er nou nog niet? Luister, en ik kan er gewoon incognito over straat, hoor. Het is nog helemaal... Ja? Zo groot is het nog allemaal niet. Dus, weet je, ik doe het best heel erg goed. Maar luister, we zitten in de Master Moves van Ilke de Boer. En kijk, dat zijn grootheden natuurlijk. En daarbij vergeleken ben ik letterlijk en figuurlijk natuurlijk nog maar een kleintje. Dus ik zat hier een beetje te blozen toen je de aankondiging deed. Dus je legt de lat wat hoog, Mirjam. Ja, heb je er zin in? Nee, onwijs veel zin in. Dus ik vind het ontzettend leuk dat je me uitgenodigd hebt. En ik vind het altijd heel erg leuk om mijn kennis te kunnen delen. Dus meer dan zin in. Ik zeg, kom maar door met die vragen. Nou, helemaal goed. Ik zal ook nog eventjes in de camera het boek laten zien. Want dit is het boek dat jij hebt geschreven. Wat ik echt... Ja, het is, ik heb je al even geappt. Maar ik was ook bang dat je zou denken dat ik het had geschreven... Omdat ik dan maar aardig gevonden zou worden of zo. Maar het is echt een kick-ass boek. Echt, als je ondernemer bent... Ik zeg, je moet dit boek gewoon gelezen hebben. Het leest zo super lekker. En het omvat zoveel wijze lessen van de enige echte Veronique Prins. Je moet echt serieus het boek gewoon kopen, lezen. Maar ja, de allereerste vraag die ik jou zou willen stellen, Veronique, want je noemt jezelf kick-ass business coach. Ja. Wat maakt jou nou de kick-ass business coach van Nederland? Nou, weet je, het is een naam die ik niet eens zelf heb verzonnen. Maar die een aantal van mijn klanten mij liefkozend hebben gegeven op een gegeven moment. Weet je, ik leer mijn klanten altijd heel duidelijk dat je moet onderscheiden. Dat je vooral niet één van de 50 tinten grijs moet zijn op het moment dat je succesvol wil worden. Want als je natuurlijk hetzelfde vertelt als dat de rest vertelt en weet je, dezelfde woorden gebruikt als iedereen, ja, dan is het onderscheidend vermogen nul. En dan kiezen mensen je vooral omdat je een koopje bent of omdat je zo lekker dichtbij woont. Nou, laat ik nou op allebei de gronden niet geselecteerd willen worden. Ik wil dat mensen om mij bij mij komen en om mijn kwaliteiten. En inderdaad om wie ik ben. En toen ik noem dat zelf altijd, toevallig ligt hij er nog, want ik heb net een video opgenomen. Het kiezen voor je blauwe banaan. Hè? Dus wat maakt jou nou anders dan iemand anders? En toen ik die vraag aan een aantal van mijn klanten stelde, x jaar geleden... Toen kwamen ze met woorden als, je bent liefdevol confronterend, je bent ontzettend direct, er is nooit een woord Spaans bij, je bent altijd eerlijk en daarmee soms niet aardig. En toen dacht ik, oh, dat is precies als wat ik ben. Dus toen ik een aantal mensen vroeg, hoe zou je dat dan in zijn geheel omschrijven? Toen kwamen zij eigenlijk met dit woord en ik dacht, goh, ik vind het eigenlijk wel een leuk woord. Dat kick-ass, weet je, dat past me als een jas. Het is ook
echt ook inderdaad wie ik ben. En ik vind het een eer als ik zo omschreven word. Want weet je, het is allesomvattend voor mij. Ik hou niet van getrut. Ik hou niet van excuses. Ik doe wat ik zeg en ik zeg wat ik doe. En dat verwacht ik eigenlijk ook van de mensen met wie ik werk. Dus daar komt eigenlijk de naam vandaan. Ik heb hem dus niet zelf verzonnen. Hij is me liefdevol toebedeeld, zeg maar. Ja. Ja, dus je hebt al een heleboel dingen gezegd wie je bent en waarin jij onderscheidend bent. Toch zijn er natuurlijk in Nederland een heleboel business coaches. Maar wat maakt nou dat mensen voor jou kiezen? Nou, weet je, ik geloof wel dat de reden waarom ze wel voor je kiezen, dezelfde reden is als waarvoor ze niet voor je kiezen. En je moet durven om daarvoor te gaan staan. En waarom mensen voor mij kiezen, is inderdaad mijn hoge energie. Ik ben een echte ADHD'er. Als je het boekje erop na zou slaan, weet je, dan kan je alle vinkjes zetten. En de ene zegt, jeetje, dat zal je straks in dit interview ook al merken. Na 4 minuten, en dat is bij een webinar ook altijd, schieten mensen er ook altijd met een bloedgang weer uit. Meestal een kwart van de mensen die luisteren. Ze denken, wat is dit voor mens? Maar de mensen die dat juist lekker vinden, die het hoge tempo fijn vinden, het niet eng vinden om af en toe is zichzelf de spiegel voor te houden, want dat is eigenlijk wat ik de hele dag doe, die vinden dat heerlijk. En dat is dus inderdaad de reden waarom ze voor mij kiezen. En inderdaad, zoals ik het zelf al zeg, ik ben zo rete praktisch. Ik vertaal alles in. Hoe kan je dat nou morgen doen in de praktijk? Hoe kan je dat nou morgen gelijk al inzetten om gelijk ook klanten te maken en geld te verdienen? En dat zijn eigenlijk wel met name de dingen die mij onderscheiden van de rest. Wat ik altijd zeg, je hoeft bij mij niet je eenhoorn te knuffelen. Ik doe niet aan yogamatjes. En weet je, ik ben gek op de wet van de aantrekkingskracht. Maar ik ga niet op een paars meditatiematje zitten wachten totdat het schip met geld mijn kant op komt, zeg maar. En de een vindt dat heerlijk en de ander zegt, oh, ik moet er niks van weten. En het maakt wel dat ik mijn eigen plek in het geheel der business coaches inderdaad heb verworven. En ik zit daar prima. Dus, wat vind je er zo leuk aan? Wat vind je er zo leuk aan die plek? Wat vind ik zo leuk aan die plek? Nou, wat ik er zo leuk aan vind is denk ik dat ik er uniek in ben. En wat ik er dus ook zo fijn aan vind is dat ik heel veel collega's omheen heb. Nou, daar ben jij er natuurlijk één van. Dat er wel eens klanten zijn waarvan ik denk, weet je, die kunnen niks met mij. Of die kunnen niks met mijn tempo. Of die zou ik heel graag willen helpen. Maar daar loop ik zelf een beetje op leeg. Hè, omdat ik, zoals klanten voor mij kiezen, kies ik ook heel bewust voor klanten. Als ik maar half denk, ik kan het niet met je, dan ga ik ook het traject niet aan. En wat ik er zo fijn aan vind, is dat het heel duidelijk is. Ik hou heel erg van duidelijkheid. En dat het me de mogelijkheid geeft om, als ik denk, jij past niet bij mij, of jij wordt niet gelukkig van mij, en of ik word niet gelukkig van jou, dat ik hem aan een van mijn, dat iemand met alle liefde aan een van mijn collega's door kan schuiven, die juist op een ander spectrum zit, die juist wel ook heel kijkt, hè, naar het afgestemd zijn en weet ik het allemaal, of inderdaad in een lager tempo werkt. En dat is wat ik er fijn aan vind om hier te zijn. En het allerfijnste is nog, en dat is eigenlijk ook mijn grootste struggle geweest in eerste instantie, dat het de plek is waarin ik mezelf volledig toestemming heb gegeven om mezelf te zijn. Ik ben niet ineens een ADHD'er geworden. Zo was ik al bij mijn geboorte. Alleen heette dat toen nog niet zo. En ik ben eigenlijk mijn hele leven tot en met ongeveer mijn 45ste te druk, te veel, te snel, te ambitieus en van alles te geweest. En toen ik dus met deze praktijk startte, heb ik heel duidelijk in eerste instantie ervoor gekozen om het wat rustiger te doen, wat gematigder te doen, niet zo uitgesproken te zijn. En dat liep voor geen meter, weet je, dat voelde als werken. En mensen voelden ook dat het niet klopte. En als er mensen bij me kwamen, dan moest ik de hele dag op mijn tong bijten. Nou, daar werd ik zo niet goed van. En toen dacht ik, zo wil ik het niet meer. Als ik dit wil blijven doen, dan moet ik dat doen zoals ik ben. En het is misschien wel de eerste plek in mijn leven en ook mijn eerste bedrijf waarin ik mezelf inderdaad die toestemming heb gegeven om, dit is wie ik ben, met alles wat ik ben. En als je het te veel vindt, dan begrijp ik dat ook nog, maar dan gaan we het gewoon samen niet doen. En als je zegt, oh, lekker dit, dan krijg je van mij 180%. En daar word ik dus ook heel blij van. Ja, ja.
Nou, ik zie al een vraag van Peter binnenkomen. En ik had ook al eventjes in de chat gezegd, je kunt vandaag je vragen dus live stellen aan Veronique. Een hele bijzondere mogelijkheid. Maar als jij er dus als mastermover bij bent, dan kun je dus alles aan Veronique vragen. Alles, hè? Ja. Hou je van meer oppervlakkige vragen of ben je meer van diepgaand? Nou, weet je wat ik altijd heb, is... en dat is altijd een beetje lastig om te zeggen, en zeker als we pas net onderweg zijn, maar ik erger me soms bij mijn eigen klanten aan het niveau van de vraag. Dan betalen ze me om zich door ze te laten coachen. En dan krijg ik vragen als, zou jij mijn logo linksboven of rechtsonder zetten? En dan denk ik, jeetje, ik heb een wereldse business gebouwd in ook nog eens ongelooflijke korte tijd. Je kan mij echt alles vragen. Weet je, stel me dan vooral strategische vragen. Dingen waarvan jij zegt, als je daar nou een antwoord op zou hebben, dan zou ik 2-3 weken, 2-3 maanden vooruit zijn in de business. En als jij zegt, dat doe ik met een oppervlakkige vraag, en daar ben jij mee geholpen, dan doe ik dat. Dan is dat prima. Maar ik doe altijd bij mijn eigen coach. Ik weet altijd wat zij en hij kosten per minuut. Dus ik zorg altijd dat ik een mega berg aan vragen heb. Dat als niemand anders vragen heeft, dat ik ze in ieder geval een uur bezig kan houden. Maar voor mij zijn dat altijd de diepgaande vragen. Want dat oppervlakkige gedoe, ja, dat kan ik eigenlijk ook wel vaak aan mijn masterminders of de mensen uit mijn, hoe heet dat ook alweer, intervisiegroepjes of zo stellen. Dus ik weet echt hoe je een business moet bouwen. Het is ook niet mijn eerste bedrijf. Ik heb dat ook bewezen vanwege mijn eigen omzet en de omzet van heel veel van mijn klanten. Maak daar alsjeblieft gebruik van. Weet je, als ik er nou toch ben, dan maak ik me ook maar het liefste nuttig. Dus dat is eigenlijk altijd wat ik mensen meegeef. Ik geloof dat je succesvol wordt door betere vragen te stellen. Wauw. Nou, dat vind ik een hele mooie om mee te nemen in dit interview. Ik zie ook al hele leuke vragen voorbij komen. Dankjewel Peter en Kim. We komen er zo meteen op terug. Ik vind het nog wel leuk om heel eventjes toch wat oppervlakkiger misschien, maar misschien kun jij de diepgang aanbrengen. Jij bent erin beter dan ik. Eventjes kort te schetsen van inderdaad, hè, want je hebt dus al meerdere bedrijven gehad. Ja. Hoe ben je er allemaal zo ingerold? Ingerold? Nee, het is echt ingerold. Nee, wat jij zegt is echt het juiste woord. Heel kort, ik ben echt dochter van een kruidenier. Dat maakt dat ik een middenstandskind ben. En als je een klein beetje met die term bekend bent, dat betekent eigenlijk dat je ouders altijd aan het werk zijn en dat je daarna schikt. En dat zo snel als dat je groot genoeg bent om in het bedrijf mee te werken, dan is dat ook de bedoeling. En dat maakt al dat ik op hele jonge leeftijd heb besloten dat wat ik ook ging doen, maar ik ging nooit eigen baas worden. Dus ik ging bedrijfskunde studeren. En voordat ik goed en wel was afgestudeerd, had ik al mijn eerste eigen bedrijf. Dat was een supermarkt met 40 man personeel. Toen was ik 24. Toen ik 27 was, zijn we naar een grotere zaak gegaan met 80 man personeel. En dat is eigenlijk... Ja, daar ben ik eigenlijk ingerold. Ik heb er niet eens voor gekozen, maar die zaak die kwam te koop. We zaten er een avond over te praten. Mijn vader zegt, is dat niet wat voor jou? Ik zeg, nou, misschien wel. We zijn gaan praten en dat hebben we eigenlijk maar gewoon gedaan. En dat gold ook voor die bedrijven daarna. Een van de bedrijven die we bijvoorbeeld hebben gehad is... We hebben een heel cool bedrijf gehad wat rallies naar de Poolcirkel organiseerde. En mijn man deed daaraan mee met zijn zakenpartner. Dus onwijs gaaf. In 7 dagen tijd rij je 7000 kilometer door Scandinavië. Boven de Poolcirkel. Koud, glijden, donker. Nou, mega gaaf. Maar ik vond er van alles mis met dat evenement. Dus toen hij terugkwam... Ik ben daar geweest als toeschouwer. Dus toen hij terugkwam, zegt... Volgens mij kunnen we dit veel beter. En mijn man zegt, ik denk het ook. Nou ja, en toen hebben we dat bedrijf opgericht. En dus daar is nooit van enige vooropzet sprake geweest of iets dergelijks. En we hebben het ook nog lang gedaan, omdat we daar heel veel geld mee binnenhaalden voor goede doelen. En uiteindelijk ben ik eigenlijk ook op die manier in je zaak voor elkaar gerold. Het bedrijf wat ik nu heb. Ik geef al sinds mijn 24ste gevraagd en iets minder vaak, maar nog steeds wel eens, want ik kan het soms niet laten, ongevraagd advies aan ondernemers. Dat deed ik in ieder geval tot mijn 45ste altijd onbetaald. Totdat inderdaad een van mijn beste vriendinnen, en dat is een beetje een lang verhaal, maar ik zal het kort vertellen. Zij, die had ik al heel vaak advies gegeven. Daar had ze ook al veel extra geld mee verdiend. En toen zei ze, kunnen we nog een keertje samen lunchen, want ik heb nog wat vragen voor je. En toen gingen we lunchen hier bij het Truckerscafé hier in Moordrecht. Nou, wat ik altijd zeg, als je je 25-jarig huwelijksfeest wil vieren, dan doe je dat niet daar, tenzij je een beroerd huwelijk hebt. Nou, daar hebben we daar samen zitten lunchen. En toen heb ik nog heel veel kennis en informatie gegeven. En toen was het tijd om af te rekenen. En toen zei ze tegen de serveerster, kunt u alsjeblieft de rekening splitsen? En toen moest ik dus mijn melk en mijn tosti zelf betalen.
En toen dacht ik, dit is de laatste keer dat ik dit gratis doe. Ik maak er nu standtepede mijn bedrijf van. Die nacht kreeg ik een ingeving in hoe het zou moeten heten. En toen bleek ook 's nachts nog de URL nog vrij te zijn. En zo heb ik dat dus eigenlijk gedaan. Ik heb wel altijd geweten dat er iets zou komen waarin wie ik ben, wat ik kan, wat ik leuk vind. En wat ik heb geleerd dat dat ergens zou samenkomen. Maar ik wist nooit precies wat het was. Totdat ik inderdaad dit bedrijf oprichtte. En iemand zei laatst tegen mij, je bent echt op je bestemming gekomen. En dat is precies ook wat het is. Dit is ook echt mijn laatste bedrijf. Want weet je, alles wat ik ben en alles wat ik leuk vind en alles wat ik weet, zit hier in dit bedrijf. Maar het is dus eigenlijk, ja, en dat is vast niet heel erg sexy om te zeggen, maar steeds een soort per ongeluk ontstaan. Maar ik geloof dat iemand een masterplan voor mij heeft gehad, waar dit dus een onderdeel van uitmaakt. Dat vind ik eigenlijk heel grappig wat je zegt. Want je zegt eigenlijk van, ik ben erin gerold. Terwijl jij, of in ieder geval, wat ik van je zie, is dat je ook heel strategisch bent. Ja, ja. Voor je klanten in ieder geval, maar voor jouzelf denk ik ook. Mega. Hoe werkt dat dan? Nou ja, weet je, dat het ontstaat omdat ik iets, ja, dat kan ik nou niet laten zien, maar dan klikt er iets in mijn buik. En dan denk ik, en nou is het klaar. En zo doe ik het met alles, zo doe ik het privé ook. Weet je, ik laat dingen een tijdje sudderen of iets dergelijks. En als op een gegeven moment ik het nou eens klaar punt bereik, dan onderneem ik actie en dan ga ik zorgen dat dingen in werking worden gesteld. En wat ik dus ook heb, dat net als toen we dat bedrijf startten, dat die rallies organiseerden, toen had ik een week later een website, toen had ik al een plan bedacht om aan deelnemers te komen, had al iets van een route. Het ontstaat een soort per ongeluk, maar als ik dan denk, dit ga ik doen, dan knal ik wel gelijk mijn strategie erin. Dus Wat ik altijd doe, is ik weet heel goed passie en strategie samen te voegen. Weet je, ik ben een ongelooflijk harts- en gevoelsmens. Ik doe ook echt geen dingen waar ik geen zin in heb. Maar als ik doe wat ik denk dat ik te doen heb, doe ik het wel rete strategisch, zoals ik het zelf altijd zeg. Ja. En ik geloof dat de kern van mijn succes uiteindelijk ook is. Ik zie te veel mensen vreselijk gepassioneerd en vreselijk gedreven door hun missie allerlei dappere stappen zetten. Maar als je daar niet een heel klein beetje strategie aan toevoegt, of heel veel, zoals in mijn geval, en die twee dingen hoeven elkaar dus juist niet te bijten. Juist omdat ik zo strategisch ben en steeds kijk, wat is slim, wat is handig, gaat het daardoor veel sneller en kan ik dus eigenlijk mijn missie nog veel beter helpen leven, omdat ik juist nog veel meer mensen op die manier kan helpen. En veel mensen denken dat het niet samen kan gaan. En ik ben denk ik het ultieme bewijs. Nou, jij kent me als geen ander. Jij kent allebei mijn kanten. Ik geloof dat juist als je allebei samenvoegt, dat dan de magie ontstaat. En dat alleen passie niet werkt, alleen strategie werkt ook niet. Maar het is juist de combinatie die maakt dat je niet alleen kan doen wat je waanzinnig leuk vindt om te doen, maar er is ook nog eens een hoop geld mee kan verdienen. Ja. Ik zou bijna zeggen, hoe wordt het nog beter dan dit? Maar dat zeg ik altijd gekscherend. Ja, want je had dus met die tosti en die melk, hè, dat verhaal over die lunch met die vriendin. En toen dacht je van, nou, ik ga hier mijn praktijk van maken. Stonden de klanten meteen in de rij? Nou, nee, integendeel. was dat maar waar. Het eerste jaar was zelfs heel beroerd. En daarin zat ik mezelf heel erg in de weg. Wat ik altijd zeg is, je moet als ondernemer een beetje eigenwijs zijn en ook een beetje kritisch blijven. En ik heb dus een aantal cruciale stappen overgeslagen toen ik dit bedrijf startte. Omdat ik al zo lang ondernemer was. En want dat heb ik op mijn 45ste ben ik dit gestart. En ik ben al ondernemer sinds mijn 24ste. Dus dingen die mij werden verteld, van ja, je moet een ideale klant kiezen, want nou, hè, dat is beter. En toen dacht ik, ja, jij wel. Maar ik had vanaf mijn 24ste al acupuncturisten, andere supermarktondernemers, homeopaten, kapsters. Nou, deze dame had toevallig een schoonheidssalon. Noem het, en ik had het al advies gegeven. Ik had zelfs inderdaad een bedrijf gehad dat rallies aan de Poolcirkel organiseerde. Dus ik had al zo'n brede ervaring en ook veel kennis dat ik dacht, dat kiezen van die ideale klant, dat moet jij wel, maar ik niet. Want ik heb het al bewezen. Dus ik heb gemakshalve even die stap overgeslagen. Waardoor ik mijn bedrijf op drijfzand bouwde. En het tweede wat in eerste instantie fout ging, is ik heb natuurlijk een supermarkt gehad. En dat is natuurlijk met name offline werken. En ik heb iets te laat en iets te ongemakkelijk de online wereld
omarmd. Ik geloof dat het 3/4 jaar duurde voordat ik pas mijn eerste post op Facebook plaatste. Want ik had 2 pubers op dat moment. En nou ja, die posten destijds nog op Facebook dingen als... ik ga nu poepen, ik eet nu een boterham met hagelslag en ik vind me nergens te goed voor. Maar ik denk, ja, wat ik ook ga doen, maar dat ga ik nooit doen. Weet je, dat, ik ben nergens te goed voor, maar dat medium was echt niks voor mij. En daardoor heb ik veel te laat... het online ondernemen ontdekt. En dat is een van de redenen waarom het eerste jaar echt dramatisch was. De enige reden waarom ik omzet had, is omdat mijn buurman me voor een project had ingeschakeld. En hier en daar wat mensen uit mijn omgeving die steeds aanklopten. En zeiden, goh, ik kan hem eens helpen. Ik zei, ja, ik wil je nog wel helpen, maar ik doe het niet meer gratis. Uiteindelijk deed ik het, geloof ik, destijds nog voor 25 euro per uur. Dus dat is wel zo goed als gratis. Maar daar haalde ik mijn eerste jaar mijn omzet op binnen. En na een jaar had ik dus wel zoiets dat ik denk... Dit is niet helemaal zoals het bedoeld is. Weet je, ik had die andere bedrijven wel succesvol gemaakt. Nou zat ik eindelijk op de plek die ik hebben wilde. En nou bakte ik er geen fluit van. Dus dat moest anders. Zelf, hè? Je bakte er zelf geen fluit van, maar nee. Je klanten wel. Ja, de klanten die ik help waren heel enthousiast. Maar omdat ik zo all over the place was. En dus ook niet de online strategieën niet goed begreep. Niet toe kon passen. Bereikte ik gewoon veel te weinig mensen. En ja, als ik eraan terugdenk, voelt het voor mij echt alsof ik op handen en voeten over de wereld gekropen ben. Ik heb meerdere malen gezegd, joh, zal ik het dan gratis voor je doen? Dan had ik in ieder geval wat te doen. En ik was misschien al wel zo ver gegaan dat ik mensen had gezegd, dan krijg je dan wel geld van me toe. Als ik in godsnaam maar kan laten zien dat ik echt goed ben in wat ik doe. Maar de mensen die ik hielp, waren razend enthousiast, maar ik bereikte simpelweg mijn doelgroep niet, omdat die veel te breed was. Ja, oké. Okay. Ja. Dus je zegt eigenlijk 2 interessante dingen. Hè? Dus okay. dat de praktijk die je had. Ik vind het ook zo grappig dat je het over je praktijk had, want dan denk ik, het is nu een soort van imperium. Maar het was toen destijds een praktijk. Ja, een praktijk, ja. Zo ben je dus begonnen, dus dat is ook heel goed als je misschien deze call kijkt of je bent aan het luisteren. Weet je, ook Veronique Prins, de enige echte, is met een praktijkje begonnen. Nou, en zal ik je vertellen, het is nog zelfs ook nog uit armoe ontstaan. En dat is letterlijk en figuurlijk zo. Want ik had hiervoor een praktijk voor gewichtsbeheersing. Ook daar was ik per ongeluk ingegaan, want ik ben altijd veel te zwaar geweest. En toen had ik iets ontdekt waarmee ik ineens afviel. En toen zei iemand, god, en mensen kwamen allemaal naar me toe, god, hoe heb je dat gedaan? En die vertelde ik alles gratis. Toen zei iemand van, joh, dan moet je hiervoor laten betalen. Ik denk, oh, dat is misschien wel handig. Maar dat was ik op een gegeven moment zat, want dat mensen hadden te veel excuses als het over afvallen ging. En toen was mijn interesse gewekt voor bioresonantie. Dat apparaat vind ik echt ongelooflijk, interessant. Dat ja. Maar kon het apparaat niet betalen. En ik ben altijd heel duidelijk van, wat kan er wel? En toen dacht ik, nou, wat ik in ieder geval ga doen, is een medische basisopleiding doen aan de School voor Homeopathie. Dan heb ik in ieder geval dat op zak. En dan ga ik ondertussen kijken hoe ik aan geld kan kopen om dat apparaat te kopen. En terwijl ik op die medische basisopleiding zat, kwam ik er dus achter dat hoe beter ze waren als coach of therapeut, hoe beroerder hun financiële situatie was. En toen werd 1+1 uiteindelijk 2. En toen dacht ik, hier moet ik mijn geld mee gaan verdienen. Dus het is uit een onmogelijkheid uiteindelijk ontstaan. Oh, nou vroeg je me natuurlijk iets anders. Oh ja, dat bij mij... wat zei je nou ook weer? Je zei 2 interessante dingen. Ja, ik eet ondertussen even een dropje, want ik heb een beetje last van mijn kriebel. No problem. Dus misschien klink ik een beetje gek, maar... Je zei 2 interessante dingen over jouw praktijkje, hoe die is ontstaan. Ja. En toen zei je, hé, maar ik ben aangehaakt. Ja. Dus ook bij mij is het echt heel klein. En ik heb never, ever, nooit niet gedacht dat ik neer zou kunnen zetten wat ik nu heb. Weet je, ik heb nog zo vaak dat ik mezelf in mijn armen moet knijpen om waar ik nu ben en wat we nu doen en wat we mogen beleven. Weet je, ik ben vanmorgen, ik zag dit weekend een dingetje in de krant en daar stond in van een bejaardenhuis in Gouda, daar zitten veel dementerende bejaarden en die hebben het zo koud. Maar vliesdekentjes kosten wel een 10 euro per stuk. En of mensen vliesdekentjes wilden komen brengen, want dan hadden ze het niet zo koud. Ja, weet je, dus het eerste wat ik vanmorgen deed toen de Action open was naar de Action rijden. Ik heb daar 20 vliesdekens van iets meer dan een tientje in mijn auto gegooid.
Ik ben naar het bejaardentehuis gereden en daar heb ik ze afgeleverd. En weet je, ik ben deze praktijk gestart met het idee, als ik in ieder geval mijn kosten maar goed kan maken. Als ik in ieder geval voor mezelf maar een salaris uit zou kunnen halen. Dus wat heel belangrijk is, sta je vooral niet blind op waar ik nu ben. Weet je, zelfs mijn stoutste dromen waren niet zo groot als dat nu de werkelijkheid blijkt te zijn. Maar ik heb steeds alleen maar naar de volgende stap gekeken. Weet je, toen ik geen omzet had, toen dacht ik, als ik nou eerst eens 50.000 euro omzet kan draaien, dan maak ik mijn kosten goed, dan heb ik er een salaris uit, dan kan ik mijn bijdrage leveren aan het huishouden. En toen ik dat dacht, dacht ik, oh, als ik nou toch eens six figures, zoals dat in Amerika heet, weet je, het leek me zo cool om een ton omzet te draaien. Weet je, dat, ik zou het nooit kunnen, dat dacht ik natuurlijk gelijk erachteraan, maar kon het in ieder geval proberen. En zo heb ik steeds alleen maar naar de volgende stap gekeken. Als ik vanaf het moment dat ik was gestart, me blind had gestaard op waar ik nu ben, los van het feit dat ik het nooit had geloofd, echt never, nooit niet, zou het gat zo groot zijn geweest dat ik me bij voorbaat lam geslagen gevoeld zou hebben en nooit een stap gezet zou hebben. Dus deel het op in kleine stukjes. En ik heb steeds alleen maar gekeken, oké, wat is de volgende stap? Dit blijk ik dus te kunnen. Dus toen ben ik inderdaad van een ton gegaan. Toen dacht ik, een kwart miljoen. Er zat het woord miljoen al in. Ik denk, dat is wel cool. Als ik dat nou eens probeer. Nou, dat werd 3 ton toevallig nog, ook nog die dat jaar. Maar zo heb ik het steeds gedaan. Ja, ja. Nog even terug naar die twee dingen. Want ik denk dat heel veel ondernemers zich daarin herkennen. De eerste is, die je zei, van dat heb ik fout gedaan. Had je denk ik nu anders gedaan. Is die ideale klant. Je had onvoldoende je ideale klant gedefinieerd. Zoals Veronique Prins zou zeggen. Het was een hoe zeg je dat ook altijd? Een duizend dingen doekje. Ja, inderdaad. Een duizend dingen doekje. En ik denk dat als je misschien luistert en dat ook herkent, dat je ook, dat vond ik zo leuk, omdat je zei van, ja, maar ik wist het wel, weet je wel. En dat hoor ik natuurlijk ook vaak aan ondernemers, dat ze zeggen van, nou, maar ik weet wel wie mijn ideale klant is. En wat heb jij op dat moment gedaan om toch die ideale klant te definiëren? Ja, luister, en dan kan je zien, een kick-ass business coach heeft dus ook gewoon een hart. Ik heb echt mijn ogen gesloten en er is iets meer nodig voor dan dit, hè, want maar wat ik zelf heb gedaan is, als ik van nu af aan 7 dagen in de week zou moeten werken en iedere dag 10 klanten zou hebben, van welke klant zou ik dan het meest blij worden? Met welk type klant, met welk soort onderwerp zou het voor mij het minst, en in sommige gevallen zelfs helemaal niet, als werken voelen? En dat zijn dus uiteindelijk coach en therapeuten geworden. Dat nog iets dieper gaat dan dit, hè? Nou, dat hoef ik jou niet te vertellen, maar heel veel mensen zeggen dan, want coach en therapeut is nog steeds een hele brede doelgroep, hè? Dus ook daarin moet je nog verder inzoomen. Maar je ziet gewoon heel veel mensen een bevolkingsgroep als ideale klant kiezen en je moet echt een doelgroep kiezen. En daar zit echt een wereld van verschil tussen. Maar in eerste instantie heb ik heel duidelijk gekeken, als ik nog maar 1 klant zou mogen helpen, van wie word ik dan het beste, meeste blij? En dat bleek dus deze doelgroep te zijn. Vind ik heel interessant wat je zegt, want wat ik je eerder hoorde zeggen, is dat je zei van, ik keek vooral naar wat ik geholpen had. Ja, dat was inderdaad een hele bevolkingsgroep. Maar nu ging je kijken van, waar word ik nou echt blij van? Daar zit het verschil? Onwijs het verschil. Kijk, en wat dus echt belangrijk is, weet je, zeker iedereen die uit loondienst komt, die heeft ooit wel eens een kantoor gedeeld met iemand waarvan je denkt, nou, als ik jezelf uit had mogen kiezen, zat je nou niet tegenover me. En nou ja, Mirjam, jij weet ook, en ik denk dat dat ook geldt voor iedereen die zit te luisteren, het ondernemerschap is niet alleen maar happy the peppy en roze geur en maneschijn. Dus ik vind juist het werken met je ideale klant een van de voorrechten van het zelfstandig ondernemerschap. En die wegen juist zo op tegen al het gedoe als administratie en funnels inrichten en alle dingen waar ik op leegloop. Dat ik denk van, maar als ik aan het werk ben, heb ik alleen maar de allerleukste mensen die mij volledig accepteren, waar ik ongelooflijk blij van word. En daarom moet je ook nooit kijken, net als bij een huwelijk, je moet nooit je partner uitzoeken op zijn geld of op zijn familie of waar die vandaan komt. Maar altijd alleen maar met je hart. En dan komt de rest vanzelf goed. Mooi, mooi. Het tweede wat je aangaf, wat je anders zou willen doen, dat is dat je het online ondernemen nog, ja, je snapt het eigenlijk niet, wat ik van je hoorde. Nee. Maar ik vind het wel heel grappig dat je zegt van, ik zette mijn eerste post op Facebook, want nu ben je heel actief op social media.
Wat maakte dat je op dat moment koos om toch dat, dat te gaan snappen? Ja, nou weet je, dat is dus eigenlijk, een van mijn vriendinnen is Ria Kaashoek. En die had het natuurlijk al eens een paar keer tegen me gezegd. En weet je, je hoort het pas als je er klaar voor bent. En daarom geldt het ook voor ons als ondernemers. Je moet je boodschap uit en te treuren blijven herhalen. Want niet iedereen pakt hem de eerste keer. Ik heb een klant en die coach ik al 2 jaar. En die heeft mijn boek gelezen en die stuurde me op een gegeven berichtje. Ze zegt, Niek, ze zegt, dit zeg je al 2 jaar tegen me. En ik pakte er nooit. Nou lees ik het in je boek en nou begrijp ik pas wat je zegt. En Ria zei steeds tegen mij, maak nou gebruik van social media. Ik denk, ja, duh, ik ga net zo doen als mijn kinderen. Echt niet. En toen zei ze tegen mij, en daarom, het gaat altijd over het raken van een pijn. Ze zegt, Niek, als je nou niks gaat doen met social media, dan zul je in je bedrijf financieel de boot volledig missen. Kijk, en zo commercieel ben ik nog wel weer. Dat als iemand zegt, maar je kan meer geld verdienen als je gebruik maakt van. Toen dacht ik, wacht even. En dan moet ik dus maar eventjes weten hoe het werkt. En dan ben ik ook zo muts. Binnen 2 weken heeft dan het medium ook geen geheimen meer voor me. Weet je wat ik ook moet doen en wie ik ook in moet schakelen? Dan zorg ik er ook voor dat ik er zo snel mogelijk up-to-date mee ben. En toen is het volledig voor me gaan werken. En dat is hetzelfde bijvoorbeeld met webinars geven. Mijn coach zei dus, nou, je moet webinars geven. Nou, ik hou niet van techniek. Ik ben niet zo offline. Ik ben het liefste dat ik met mensen in een ruimte zit. Maar ze zegt, nou ja, weet je, voor het verdienmodel is het echt noodzakelijk. En dan knal ik gewoon in mijn nieuwsbrief, op social media. En zo heb ik het echt gedaan. Ik weet ook zelfs tot de datum, nog 20 oktober geef ik mijn eerste webinar. Ik had nog niks ingericht, maar mensen zeggen, ik zeg, joh, stuur me maar een mailtje als je mee wil doen. Want ik wist niet helemaal hoe dat werkte. En toen had ik geloof ik nog 14 dagen om uit te zoeken hoe webinars werken. Maar had ik in ieder geval vast inschrijvingen. En dan lost het zichzelf wel op. Maar als iemand tegen mij zegt dat ik omzet ga missen als ik dit niet ga doen. En mijn verstand zegt, ik denk dat ze daar wel gelijk in hebben. Dan omarm ik het ook volledig. Ja, ja, ja. Nu las ik in je boek dat, zo hebben we ook al een keer een gesprek gehad, dat je tot 3 ton alles zelf deed. Ja, dus je was echt een eenpitter. Ja. Wat heeft voor jou de switch gemaakt? En dat heeft natuurlijk denk ik ook met het online ondernemen te maken, hè? Dat je ook niet meer daarin alles zelf doet. Ook een mooie vraag van Peter. En wat besteed je zoal uit? Welke marketingactiviteit voer je zelf nog uit? Wat maakte op dat moment dat je toch koos van, oké, nu ga ik uitbesteden? Ja, ja. Nou, dat zijn eigenlijk een aantal dingen geweest. En dit is totaal de verkeerde reden geweest. Hè? Dus ik wil mensen altijd van mijn fouten laten leren. En dat ik uit ondernemershout ben gesneden en met name ook middenstandshout, dat heeft een aantal voordelen, namelijk, mijn vader zei altijd, want mijn vader had dus ook een supermarkt, die zegt, als je 11 kassières nodig hebt, moet je er maar 10 neerzetten, dan is dat vast het eerst verdiend, want in supermarktland gaat het echt over centen. Weet je, daar maken we niet een hele hoge marge. Dus ik ben dit bedrijf ingestapt en ik kan nogal hard werken. Met als ik nou maar zoveel mogelijk zelf doe, dan verdien ik het meeste geld. En ik strekte gewoon mijn dagen wat langer en ik pakte mijn weekenden er eens bij. Daarom ben ik ook zo fan van Ilko. Ik geloof dat ik meesterlijk productief ben. Dat wat een ander in een week doet, doe ik echt nog in minder dan een halve dag. Weet je, ik ben echt, ik kan heel snel besluiten nemen, ik kan heel snel reageren. Maar bij 3 ton zat ik echt aan de max. En er kwamen nog mensen die zeggen, goh, mag ik niet met je werken, kan ik niet met je werken. En ik had nog zoveel dromen die ik wilde doen. En dat was het moment waarop ik zei, als ik nu nog iets erbij pomp en niet extra hulp ga vragen, dan ben ik volgende week dood. En ik geloof ook, nou, ik weet niet of dood zou zijn gegaan, maar ik zat echt volledig aan mijn tax. Weet je, er zat niet ergens meer een half draadje lucht. En laat het alsjeblieft zover niet komen. Aan de andere kant zijn wij nog steeds heel voorzichtig. Nou, nee, niet voorzichtig, maar wel heel reëel in wat we uitbesteden. We verdienen echt, we hebben echt een goede omzet. Mijn man werkt inmiddels in het bedrijf mee. Ik denk dat ik heb hem nu trouwens, ik zit even aan het kijken, want hij zit normaal gesproken in het bureau naast me. Maar ik heb hem nu al een week of 5 niet gezien, want we hebben thuis een grote verbouwing. En onze dochter is daar huis aan het verbouwen. Onze dochter werkt denk ik 20 uur per week voor ons. Ik heb 1 VA en die doet mijn hele Active Campaign gebeuren. En ik heb 1 VA en die doet mijn social media voor het grootste gedeelte. En voor de rest doen we alles nog steeds zelf. Ik denk namelijk dat wat ik heb gedaan is niet goed. Hè? Dus ik ben
te lang in mijn eentje doorgegaan. Ik had veel sneller kunnen groeien als ik hulp had gevonden. Maar wat ik ook wel bij heel veel mensen zie, is dat ze iets te vroeg een team vormen en mensen om zich heen verzamelen. En ik ken echt veel voorbeelden van mensen om me heen die veel omzet hebben en niks verdienen. En juist omdat ik zelf ook een supermarkt heb gehad, ben ik altijd niet alleen omzetgedreven geweest, maar ook winstgedreven. En we kunnen wel allerlei mensen toevoegen. En ja, dat geeft je vrijheid. Maar als ik op een gegeven moment heel veel vrijheid heb, maar ik sta bij de Albert Heijn en ik kan mijn pinpas niet meer door de automaat halen, omdat ik simpelweg mijn salaris niet over heb kunnen schrijven, dan heb je ook een probleem. En er ligt best een precaire snijpunt? Ja. Nou, wanneer je iemand inschakelt en wanneer, omdat het je tijd scheelt, maar wanneer je het ook financieel kunt verantwoorden. En dat is best een heel lastig dingetje om voor mensen te bepalen. Kijk, en met name, het hele online gebeuren, veel dingen daarin. Ik kan dus alles, maar ik loop erop leeg. Kijk, en als iemand anders het voor €125 in 3 uur kan doen, en dat kost mij 6 uur en 2 laptops die ik het raam uit heb gegooid uit pure frustratie, dan moet ik het vooral uitbesteden. Maar er zit wel een grens aan wat je financieel kunt dragen bij een bepaalde omzet. Leg dat een beetje duidelijk uit, Mirjam, of niet? Ja, zeker, zeker. Okay. Ik heb daar nog wel een vraag over. Oké. Ja, de vraag gaat over investeren. Want ik denk dat daar ook dan precies dat punt ligt waar jij het over hebt. Hoe ben jij daarmee omgegaan in jouw ondernemerschap? Of hoe ga jij daarmee om? Ja, nou, voor mij zijn er verschillende soorten investeringen. En waar ik altijd ontzettend veel in investeer is coaching. En het grappige is dat ik heb zo'n hele oude boekhouder. En die is al heel lang mijn boekhouder. Ook al voor mijn oude bedrijf. Het is ook zo'n echte fiscalist. Weet je, hij draagt ook nog zo'n vestje. En ik weet nog wel de eerste keer dat ik bij mijn eigen coach het eerste traject kocht. Hij belt me nooit. Hij mailt ook amper, want dat is allemaal veel te modern. Hij belt vaak 2 keer in een jaar. Toen ik de investering bij mijn coach had gedaan en het bedrag was afgeschreven, toen belde die, ik denk 2 uur daarna al, toen ik die overschrijving zag. Hij zegt, dat was $12.000 wat ik destijds moest betalen. En ik draaide €10.000 omzet op dat moment per jaar. En die $12.000 was voor een jaar. Dus de wisselkoers was iets gunstiger. Dus viel precies tegen elkaar weg. Toen zegt hij, ben je helemaal gek geworden of zo? En toen zeg ik, hoezo? Hij zegt, dit kan toch niet, prins? Hij zegt, je kan toch niet zoveel geld uitgeven? Hij zegt, zoveel verdien je niet eens. Ik zeg, nee, maar dit heb ik nodig om mijn omzet te verdubbelen. Dus waar ik altijd heel goed naar kijk, is de return on investment. Dus geloof ik dat ik meer omzet ga maken door deze investering. En wat mag het dan dus kosten? En het coole is dat ik inmiddels 2, laat ik het zo zeggen, goed betaalde coaches heb. En we waren 2 maanden geleden bij hem op kantoor. En dan laat hij zo mijn verlies- en winststatement zien. En toen zegt hij, nou ja, dat coachingbedrag. Hij zegt, nou ja, hoef ik natuurlijk niks over te zeggen. Want omdat dat daar staat, staat ook die omzet. Weet je, dus hij is het inmiddels helemaal gaan snappen. Maar het voordeel wat ik dus inderdaad ook weer van mijn pa heb geleerd, en daarom heb ik mijn boek ook aan hem opgedragen, is, ik heb van huis uit altijd geleerd dat de kosten voor de baten uitgaan. En weet je wat, wij moesten altijd een banklening afsluiten om een bedrijf te kunnen starten. En ik geloof eigenlijk dat het veel te eenvoudig is op dit moment om een bedrijf te starten. En zeker bij mijn ideale klant, weet je, je ruimt je tweede slaapkamer leeg. Je zet er een Senseo neer en 2 stoeltjes die je van je oma hebt geërfd. En je hebt een coachingspraktijk. En juist omdat er geen geld in zit, nemen mensen het niet serieus. Wat Ilko natuurlijk altijd zegt, if they don't have to pay, they don't pay attention. En wat bij mij echt was, omdat ik het geld niet had, en neem van mij aan, als je een Amerikaanse coach hebt, wij moesten al een boeterente betalen als we 1 dag te laat waren met betalen. Ik heb echt mijn ass off gewerkt om ervoor te zorgen dat ik iedere maand aan mijn betalingsverplichting kon voldoen. En ik nam het zo bloedserieus. Die hoge investering zorgde voor een enorm commitment van mijn kant uit, dat ik daardoor mijn droom en mijn bedrijf veel serieuzer nam. En daardoor ben ik gaan werken. Ik zeg eigenlijk altijd tegen mijn klanten die het geld zomaar van de spaarrekening afschrijven,
ik word er eigenlijk helemaal niet blij van. Ik wil dan, als je je geld van de spaarrekening of van de gezamenlijke rekening afschrijft, sluit een lening af met de huishoudpot. En maak een commitment ten aanzien van de terugbetaal. Termijnen. Weet je, want dan geef je pas een commitment af. Maar als er, weet ik, voor hoeveel duizend euro op, in zo'n pot zit, en jij haalt er, weet ik, voor 1500 of 2000 euro uit, en het doet geen zeer, dan gaan ze ook niet harder lopen. Maar weet je, ik moest op mijn 24e al een miljoen euro lenen om die winkel te kunnen starten. Dus ik ben van een meet af aan gewend geweest dat A, ondernemer betekent investeren. Dat betekent dat je commitment afgeeft. Dat betekent dat je werkt net zolang tot je doelen hebt bereikt. En daarmee bereik je ze dus ook. Dus voor mij is investeren, om even terug te komen op je vraag, jezelf serieus nemen, commitment afgeven, iets wat er noodzakelijkerwijs bij hoort. En dus inderdaad, ik geef dus niet in het wilde weg maar geld uit, want dat is weer mijn kruideniersinstelling. Maar alles waarvan ik denk, het brengt me sneller, slimmer en beter bij mijn doel, daar investeer ik wel geld in. En in de vliestekentjes van de action. Ja, maar dat is dus niet een investering. Dat is iets wat ik kan doen met het geld wat ik verdien. Ja, fantastisch. Fantastisch. Ja. Echt, ja. Echt een gaaf verhaal. Weet je, en voor mij, weet je Mirjam, is dat zo'n rijkdom. Weet je, als ik zie hoeveel mensen ik in mijn directe omgeving al financieel heb geholpen met een overbruggingshypotheek. Of weet je, ik had een vriendin en die zat in een echtscheiding, maar die kon geen hypotheek krijgen. En omdat die man en weet ik het allemaal, weet je, dat ik dan even geld over kan maken. Jongen, dat voelt zo ontzettend rijk. Jim Rohn heeft mij altijd geleerd dat je de verplichting hebt om zoveel mogelijk geld te verdienen. Niet om wat jij daarmee kunt doen, maar om de persoon die je ervan wordt en wat je daarmee voor anderen kunt betekenen. En weet je, onze dochter, we hebben een appartement voor onze dochter gekocht. En die had anders boven een kroeg in een schimmelding met enkel glas voor veel te veel geld in het hartje van Rotterdam gewoond. En we hebben nu een heerlijk appartementje voor haar gekocht. Ze moet ons gewoon wel huur betalen, maar met een tuintje in een hele fijne wijk in Rotterdam. En uiteindelijk betaalt ze dus hetzelfde geld. Jongen, dat is zo cool om dat te doen. En zij is niet de enige voor wie we dat hebben kunnen doen. En dat is, ik kan je niet vertellen hoe rijk of dat voelt. Fantastisch, echt heel mooi. En wat ik vooral blijft hangen bij mij, is dat jij een investering gelijkstelt aan een commitment. Ja, echt. Ja, ja. Hoe serieus neem je jezelf en je bedrijf? Wat mijn eigen coach mij heeft geleerd, toen ik natuurlijk zelf ook even stond te twijfelen van, dit is wel een hoop geld, de eerste keer. Toen zei zij tegen mij, en daarom alleen al ben ik er zo innig dankbaar. Ik coach ook nog steeds bij haar. Maar zij zei, wie vertrouw je niet? Mij niet of jezelf niet? Mm-hmm. En toen zei ik, ja, jou vertrouw ik wel. Ik zeg, want jij hebt het al bewezen en ik zie wat je doet. En ik geloof dat jij de persoon bent die mij verder kan helpen. Toen zegt ze, vertrouw je jezelf dan niet? En toen heb ik gezegd, ik ga alles doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat. Ja, mooi. Heel mooi. Heel mooie vraag ook. Cool. Kim vraagt, door wie laat en liet je je coachen? Door wie laat je je coachen? Ja, door wie laat en liet je je coachen? Sorry, ik versta je niet. Door wie laat je coachen? Wat was dat andere? Ja, door wie laat en liet je je coachen? Maar volgens mij weet je, ik ben heel trouw als het gaat om coaching. Dus inderdaad, mijn ene coach is Suzanne. Die zie je hier. Suzanne komt uit Amerika. En toen ik zelf dus op het punt kwam, iets meer dan 5 jaar geleden, of 6 jaar geleden is dat volgens mij inmiddels, dat ik dacht, het moet anders, want anders dan moet ik iets anders gaan doen, want hier kon ik niet van leven. Toen kwam zij in ene op mijn pad, vraag me ook niet waarom. Dat was ergens online, ben ik er tegengekomen. Zaterdag gaf ze een livestream waar ik nog zat te luisteren. En na 10 minuten dacht ik al, jij moet het worden. Ik heb toen een ticket geboekt naar Las Vegas. Ik wist helemaal niet waar ik heen ging en kon helemaal niet in het hotel slapen. Nou, dat is nog een verhaal op zich. Want ik had helemaal geen geld. En inmiddels word ik al, dit is volgens mij het 6e jaar dat ik door haar gecoacht word. Want ik geloof, en dat is wat zij me ook heeft geleerd. Ik word net zo lang, zij zegt, je moet je net zo lang laten coachen totdat je meer verdient dan je coach zelf. En nou laat ik het zo zeggen, ze doet nog steeds iets meer dan ik. Dus zij heeft me nog steeds wat te leren. En het fijne van langer bij dezelfde blijven, vind ik zelf, dat ze me kent me heel goed. En zij ziet steeds de volgende fase voor mij. Weet je, zij heeft me nog gekend vanaf het moment dat ik naar haar keek op een podium. Ze stond op een hoog podium. Dan dacht ik, oh, als jij toch mijn naam eens kende. En nu zijn we inmiddels zover dat ze mezelf heeft gevraagd om haar Europese tak
te gaan runnen. Dat ga ik niet doen, maar dat geeft wel aan hoe de verhouding is veranderd. Weet je, het ondernemen gaat uiteindelijk over zoveel meer. Dus ze is rete strategisch, is ze heel erg goed. En zij ziet mij altijd groter dan ik zelf ben. En daarom heb ik haar nodig. En mijn tweede coach is natuurlijk Ilko. En daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor. Dat is inmiddels het tweede jaar dat ik door hem gecoacht word. En de combinatie vind ik vooral heel fijn, omdat Suzanne heel erg op mij lijkt. En Suzanne is heel erg van het offline en is ook heel erg een werkpaard. En van Ilko leer ik iets meer laid-back ondernemen. Hij leert me af wat mijn vader me geleerd heeft. En dat laat ik me niet door iedereen vertellen, maar wel door hem. Hij is natuurlijk een kei in online ondernemen. En dat maakt dat de combinatie voor mij, weet je, daar ben ik gewoon innig dankbaar voor. Ja, mooi. Ja. Nog even terug naar het uitbesteden, hè? Want daar hadden we het een tijdje geleden over in het interview. Je geeft eigenlijk zelf ook aan van als ik eerder die stap had genomen om te gaan uitbesteden, was ik sneller gegroeid, klopt ja, dat? Ja. En Peter die vraagt, wat besteed je zoal uit? Welke marketingactiviteiten voer je jezelf nog uit? Ja, nou ik schrijf alles nog zelf. Dus al mijn nieuwsbrieven, al mijn salespages, mijn posts en dergelijke, dat doe ik allemaal nog zelf. Ik heb alleen inmiddels mensen die het voor me plaatsen. Dus als het gaat over bijvoorbeeld mijn nieuwsbrief, dat doet Kamal allemaal voor me. Die richt dat, die zet dat en op mijn website en in Active Campaign. De funnels die ik schrijf, al die teksten schrijf ik allemaal zelf. Ik neem natuurlijk zelf alle filmpjes nog op. Hij plaatst het alleen praktisch in funnel. Dus in die zin doe ik eigenlijk allemaal marketing nog zelf. Alleen waar ik inderdaad altijd zelf mijn webinars aanmaakte, dat doet hij inmiddels voor me. Maar weet je, net als Ilko doe ik heel veel dingen in de herhaling. En ik geloof ook heel duidelijk in de kracht daarvan. Dus dat kost eigenlijk uiteindelijk niet zoveel tijd. Ik denk dat hij max 2 uurtjes per week voor mij bezig is daarin. Ongelooflijk. Je hebt een soort, als ik het goed begrijp, heb jij een soort systeem van content. Ja. En dat rouleert of zo? Of hoe doe jij dat? Nee, kijk, wat ik doe is, ik heb een soort machine van mijn bedrijf gemaakt. Ja, en heel veel mensen, als ik dat in eerste instantie zeg, dan kijken ze me altijd heel vies aan. En want, weet je, het moet allemaal gepassioneerd, weet ik het allemaal. En luister, in die machine doe ik nog altijd wat ik leuk vind. Maar ik heb heel duidelijk gekeken naar, wat zijn nou de activiteiten die ervoor zorgen dat ik het snelst en het makkelijkst mijn doel bereik, waarmee ik dan ook nog mijn klanten het beste help. En voor mij zijn dat gewoon de machine die ik hanteer. Dus ik geef iedere maand een webinar. Ik geef 3 keer per jaar een challenge. Ik deed altijd iedere maand een workshop. Dat heb ik inmiddels vervangen door een ander event. Ik heb 1 keer per jaar een 3-daags event. En ik heb, en dat gaat waarschijnlijk naar 3 keer per jaar, een 2-daags event. En dat zijn alle dingen die ik inzet. En die zijn dus altijd allemaal hetzelfde, behalve de inhoud van de challenges wijzigt. Maar dat is dus echt een druk op de knop. En dan staat het alweer klaar voor de volgende keer. De inhoud is altijd hetzelfde. De promotie is eigenlijk altijd nagenoeg hetzelfde. Het spreekt alleen steeds weer een nieuwe groep van mensen aan. En dat maakt dus dat ik het ook zo heel lang alleen heb kunnen doen. Omdat als ik het webinar heb gegeven, ja, dan is de kwestie van de datum veranderen, er in Active Campaign een andere tag aanhangen. En dan kan die weer opnieuw gaan draaien. En dat maakt dus dat er met minimale inspanning maximaal veel geld verdiend kan worden. Ja, en dat is een soort mijn vrijheidsmodel. Ik heb het principe nog niet helemaal in de knie, maar dat scheelt al wel heel veel. Maar je zegt een soort, want? Nou, ik werk nog veel te hard. Weet je, ik doe nog steeds zelf al mijn mails. Ik ben nog, ja, ik vind dat vreselijk om het te zeggen, maar ik ben nog heel erg bereikbaar voor mensen. Weet je, dus in al mijn Facebookgroepen ben ik nog zelf. En ik heb, ik denk dat ik op dit moment, nou, alleen al vandaag zijn er naar aanleiding van mijn challenge 60 mensen ingestapt in mijn online training. En al die coaching doe ik allemaal zelf. Ik heb nog een groep waar 42 mensen in zitten, die coach ik zelf. Ik heb nog een groep waar 19 mensen in zitten, die coach ik zelf. Dus dat doe ik allemaal nog zelf. Dus dat is niet helemaal het vrijheidsmodel. Ja, wat Ilko bedoelt. Maar dit is wel wat ik ongelooflijk fijn vind om te doen. Weet je, ik hou heel erg van mijn vak. Ik vind het heel leuk om met mensen samen te werken. En nogmaals,
het vrijheidssysteem zit voor mij in het verdienmodel. De inrichting, dus die machine die ik dan noem. Alleen de uitvoering, ten dele ligt dat echt nog alleen op mijn schouders. En ik ben ook nog niet bereid om dat te wijzigen. Waarom niet? Omdat ik het A nog veel te leuk vind. En voor mij is dat twee dingen eigenlijk. Omdat ik, zoals ik het tot allemaal in mijn eentje heb gedaan. Omdat ik heb altijd gezegd, er is niemand die zo goed kan als ik. En dat kan je arrogant vinden, maar ik denk dat iedereen dat herkent. Dus kreeg ik dat ook altijd bewezen. Hè? Want ik heb 3 keer een VA geprobeerd en het was absoluut niks. En de enige reden waarom Kamal nou inmiddels al 3 jaar mijn VA is omdat hij ongelooflijk veel geduld met me heeft gehad. En steeds heeft gezegd, weet je, is die dus, en inmiddels kan ik met hem lezen en schrijven, ben ik me ook eeuwig dankbaar. Dat was één. Dus ik kreeg, dat heb ik dus ook met mijn coaching. Waarom ik daar nog niemand op in wil zetten. En dat is nog een van de grootste strijdpunten. Eigenlijk met allebei mijn coaches. Ik wil echt geen personeel meer. En ik zie een aantal van mijn collega's die daar wel andere coaches op in hebben gezet. En daarom ben ik zo... jaloers is niet het goede woord. Maar kijk ik wel heel goed wat Ilko doet met Master Moves. En bijvoorbeeld Laura. Hè, die is al, ik heb Laura ook wel zelf de vraag gesteld. Die is al heel lang bij Ilko. Maar ik zie bij heel veel andere ondernemerscoaches die mensen inzetten. En dan loopt net het systeem. En dan hollen die coaches weer weg. Ja, en dan kan je weer opnieuw beginnen. En ik ben niet zo gek op personeel. Ik ben liever niet afhankelijk. En mijn norm ten aanzien van coaching ligt heel hoog. En ik heb er nog niet één kunnen vinden die mijn kennisniveau heeft. Hè. Ik heb natuurlijk al zo lang zoveel ervaring. Dus om die redenen heb ik er nog niet voor gekozen om er een tweede coach naast te zetten. Ik vind het wel grappig, want je zegt van ik misschien, of ik kan dan niemand vinden die het net zo goed doet als ik. Vind ik ook ja. Heel mooi, want dat is hoe je erin staat. Ja. Ik denk dan van misschien is er wel iemand die het beter kan dan jij. Nee, luister. Weet je, het is een totale blinde vlek. Zoals dat natuurlijk met een VA ook was. Weet je, ik weet dat ik hier die idioot ben. Laat dat heel duidelijk zijn. Maar op het moment dat Ilko zei... Met name, Ilko heeft daar weer een rol in gespeeld. Hij zegt, Niek, nu moet het echt afgelopen zijn. En toen dacht ik, ja, nu moet het ook echt afgelopen zijn. Die middag vond ik inderdaad de dame die me met social media helpt. Want al die tijd heb ik gezegd, er is werkelijk niemand die schrijft zoals ik schrijf. Daarom is het redigeren van mijn boek ook zo'n ontzettende klus geweest. Want mensen herkennen mij heel erg aan mijn schrijfstijl. En die middag vond ik de persoon die dat kon doen. Dus luister, Mirjam, tuurlijk heb jij totaal gelijk. Maar weet je, ik ben een beetje eigenwijs. Maar er komt een moment dat ik voel, net als dat ik dacht, ik moet het nu echt uit gaan besteden, want anders klapt het uit elkaar. Ook dit zal daar naartoe groeien, maar nu dus nog niet. Wat zou het je opleveren? Nee, weet je, dat zie ik nog veel te weinig positief meer, anders had ik het ja, wel... Precies. Ja, precies. Ja, volgens mij is dat het ook. Volgens mij ben je veel te leuk. Nee, ook dat. Maar weet je, ik heb nu wel een groep die echt vol zit. En waar ik denk ik nog 15 mensen bij zou kunnen doen. Dus ik zat ik dan in januari in een nieuwe groep, maar het zou eigenlijk bij te... Maar ik kan ze gewoon simpelweg nu niet handelen. En dat irriteert me mateloos. Ja. Dus er komt een moment dat ik overga. Maar gun mij even mijn proces. Helemaal goed. Nou, ik vind het tot nu toe echt alweer een geweldig interview. En ook dankjewel voor je openheid. Want ik vind dat je ook heel veel vertelt. Heel open. Nee, luister, heel open. Van mij mag je echt... Dus iedereen die zegt, dat kan ik niet maken om dat te vragen. Mij kan je alles vragen. Ik ben zo niet geheimzinnig als het gaat over ondernemerschap. Dat is het voordeel dan door een Amerikaanse gecoacht te worden. Ze praten daar over alles. Ja. En weet je, ik heb niks waarvoor ik me schaam of niks wat ik niet durf te vertellen. Mooi. Ik heb een vraag. Of in ieder geval, Kim heeft een vraag. En Kim die zegt, hoi Veronique, ik wil volgende week 1 nieuwe klant scoren. Wat te doen? Ja, praten met alles wat beweegt. Ik heb wel ook nog een vraag. Sorry hoor, ik onderbreek je heel even, Veronique. Ja. Want ik heb nog een vraag aan Kim. Kim, als jij wil, dan mag jij even in deze uitzending komen. Hoe zeggen zoiets? In dit interview. Kim neemt dan... nee. Wat zeg je? Kim neemt nee. Dan word je namelijk live gecoacht door Veronique. Dus ik zou zeggen, ja, dit is je kans. Want dan kan je ook iets meer vertellen. Weet je wel, wat is je business? Wat doe je nu al? Praat je nu al met alles wat beweegt of helemaal niet? Hoe kom je nu aan je klanten? Wat is je branche? Dus zet even ja in de chat als je dat wil.
En zo niet, dan gaat Veronique gewoon wat meer algemene tips geven. Nou, misschien ja. Kan je dat sowieso doen, Veronique. Ja. Nou, kijk, wat heel erg belangrijk is, is... Ik hoor natuurlijk heel veel mensen klagen over hun omzet. En aan de ene kant is dat prima, hè, want dat betekent dus dat je gedreven genoeg bent voor meer. En ik denk dat het altijd meer en beter kan. En aan de andere kant heb ik een hekel aan klagers. Ilko noemt ze altijd droeftoeters. Nou, zo ben ik er ook. De eerste vraag die ik altijd terugstel aan iedereen die zegt, ik heb niet genoeg klanten, dan zeg ik altijd, kun je me een lijstje geven van de dingen die je de afgelopen 2 tot 4 weken hebt gedaan om überhaupt aan klanten te komen? En daar zaag ik ze dan eigenlijk al onmiddellijk op door. En daar ligt altijd de uitkomst, weet je? Mensen willen heel veel bereiken, maar zijn maar bereid om daar heel weinig voor te doen. Weet je, er zijn er toch te veel die in een hangmat rijk willen worden. En ik heb vorige week een challenge gedaan en daar heb ik het volgende principe uit gelegd. Je hebt IPA's, dat zijn inkomensproducerende activiteiten, en je hebt non-IPA's. Dat zijn dingen als... Ik moet mijn website online brengen. Ik moet een e-book schrijven. Ik moet een nieuwe cover voor mijn Facebookpagina maken. Ik moet uitzoeken hoe Instagram werkt. Nou, weet ik het wat allemaal. Ik moet een lijstje maken met plekken waar ik moet spreken. En dat zijn allemaal dingen die wel gedaan moeten worden, maar absoluut geen omzet opleveren. Dat e-book is heel leuk, maar als je geen plan hebt om het bij zoveel mogelijk mensen bekend te maken... levert dat e-book aan zich geen geld op. Het e-book verspreiden levert geld op, maar het schrijven niet. Je website online brengen levert geen geld op, want je staat vaak in eerste instantie op pagina 83 van Google. Ja, hartstikke leuk, maar zover klik ik zelf bijna nooit. En wat ik zie is dat de meeste mensen het grootste gedeelte van hun tijd bezig zijn met non-IPA's. En dat zijn het bestellen van visitekaartjes, het afstoffen van visitekaartjes, het kijken waar ze hun visitekaartjes uit kunnen delen, maar het niet daadwerkelijk uitvoeren van IPA's, het met mensen online of offline in gesprek komen. Nou, en wat mijn coach mij heeft geleerd is, zolang je omzet niet is wat je graag wil dat die zou zijn, zouden 80% van de beschikbare tijd in je bedrijf moeten besteed worden aan salesactiviteiten. 80%, wauw. En ik geloof dat 99% van de mensen die niet tevreden is met zijn omzet, daar hooguit 20% aan besteedt. Dus dat is het eerste stuk. Nou, het tweede stuk in dat hele verhaal wat ik vorige week heb uitgelegd is... Je zou dus 80% van je tijd moeten besteden aan dingen die geld opleveren. Vandaag, morgen, overmorgen, volgende week, volgende maand of volgend jaar. Daarin heb je veilige en enge acties. Veilig is alles wat je online in je pyjamabroek met ongefeunde haren en ongepoetste tanden kan doen. Dat is alles wat over het algemeen online is en waarbij je heerlijk niet zichtbaar bent. Dat werkt, dat is oké, maar weet dat het heel lang duurt voordat je de no, like en trust factor bij jouw klant uiteindelijk bereikt hebt. Het is zo dat als ik niets anders zou doen dan alleen maar via een e-mail of via een e-book mensen een funnel inzetten en dan vervolgens iedere week keurig mijn mail sturen, hè, mijn nieuwsbrieven. En dan doe ik het nog iedere week. En dan zijn ze ook nog eens van goede kwaliteit. Maar de meeste mensen doen dat 1 in 3 weken. En zijn het complete dagboeken en helemaal niks van waarde. Dan duurt het bij mij nog 10 maanden als ik daar niks anders verder op zet. Voordat iemand zijn eerste investering bij mij doet. En dat is vaak voor mijn allerlaagst geprijsde product. Ja. Dus als mensen al bezig zijn met IPA's, zijn dat altijd de veilige dingen waarin je kop er niet afgehakt kan worden, waarin je niet stelling neemt, waarin je niet je visie deelt, waarin je vooral niet zichtbaar bent. En als je dus inderdaad, lieve Kim, volgende week klanten wil hebben, dan vraag ik altijd, hoe graag wil je dat echt? En wat ben je daarom bereid om te doen? En het voorbeeld wat ik altijd schets is, als het zo zou zijn, ik ben natuurlijk kostwinnaar hier en ik kom vanavond thuis, mijn koelkast is leeg, onze honden kijken ons smekend aan en beginnen al een beetje te janken. Mijn kinderen wrijven met holle ogen over hun buik. En ook mijn man is vandaag 12 kilo afgevallen omdat hij al 3 weken niks te eten heeft gehad. Dan zou ik tot alles bereid zijn om te doen, om ervoor te zorgen dat ik vanavond nog een klant had. En op het moment dat jij zegt, ik wil volgende week een klant, dan vraag ik, hoe graag wil je dat echt? En wat ben je bereid om ervoor te doen? En als je vandaag je telefoon zou pakken en zonder voor een ander te bellen, bij de eerste naam begint te bellen en zegt van, goh, mag ik jou iets vragen? Ken jij iemand of weet jij iemand die?
dan zou je morgen nog een klant hebben. Niet volgende week, maar morgen. Maar wat wij allemaal doen is, als wij door ons lijstje met contacten gaan, dan zeggen ze, ja, die, ja, maar die, ja, maar met die heb ik natuurlijk, weet je, dus voor je het verder, heb je 200 namen gezien, heb je nog niemand gebeld. Terwijl als je echt honger hebt, dan doe je dat gewoon. Ik heb een briljant voorbeeld, en ik ben natuurlijk niet objectief, dat geloof ik ook gelijk. Die neem ik ook gelijk ter harte, maar ik heb een waanzinnige dochter, die werkt ook in mijn bedrijf. En die heeft stage gelopen bij een Amsterdams theebedrijf. En die werd daar op de 20ste accountmanager gemaakt. En ze werd daar gelijk omzet verantwoordelijk. En ze werd verantwoordelijk voor het account. Dus ze kreeg een target, een omzettarget. Dus ze zegt, mam, ik moet dus klanten gaan binnenhalen. Ze zegt, wat moet ik doen? Ik zeg, bellen. Dus ze zegt, hoe moet ik dat doen? Ik zeg, nou ja, je zit in Amsterdam. Kijk naar Amsterdam en begin bij de A. Dus mijn dochter van 20, die thee probeert te verkopen aan horeca-instellingen. Wie denk je dat mijn dochter van 20 als allereerste belde? Het Amstel Hotel, want dat is een A, in Amsterdam. En voor mij is het heel simpel. You've only got one job. En dat is de hele wereld laten weten dat je er bent. Moet je ook nog een beetje goed verhaal hebben. Ja, en dat gaat vaak fout. Omdat we niet de ideale klanten hebben. In wolkentaal praten. En eigenlijk zelf niet goed weten wat we nou verkopen. En niet vanuit een resultaat spreken. Maar goed, zij heeft mij als moeder. Dus ik heb dat even met haar besproken. En de troel van 20 belde het Amstel Hotel. En werd ook nog uitgenodigd voor een gesprek. Omdat die man het eigenlijk ook wel heel erg interessant vond. Dat zo'n wijfje van 20 een belde. En dat begint met bellen. En omdat zij niet had van, oh, ze zullen wel denken, nou, oh, wat zullen, oh, het Amstel Hotel is veel te groot. Weet je, ik heb tegen haar gezegd, Fien, maak een lijst en begin bovenaan bij de A. En blijf bellen totdat je bij de Z in Amsterdam bent. En dat heeft zij gewoon gedaan. Maar wij laten er van alles tussendoor komen. Er komt een heel urke mannenkoor op je schouder. En haar stage zou afgekeurd worden op het moment dat ze haar omzettargets niet zou halen. En zolang jij op een fluwelen kussen zit en dan zegt dat je een klant wil hebben, maar uiteindelijk niet wil doen wat er voor nodig is. En Kim, ik praat al lang niet meer tegen jou, maar in zijn algemeenheid. Omdat dit raakt mij altijd zo. Ik zie zoveel ondernemers die wel succesvol willen zijn, maar niet succesvol willen doen. Daar erger ik me groen en geel aan. Weet je, als ik naakt met een klapbord hier in Moordrecht voor de Albert Heijn moest gaan staan en dat zou me vanavond 2 klanten opleveren, dan zou ik dat doen. Ja, nou heb ik iets andere strategieën die beter werken. Want mij in je naakje neerzetten, daar hollen mensen alleen maar gillend weg en neem dat van mij aan. Maar dit is wel echt ongelooflijk belangrijk dat je dit soort dingen gaat realiseren. Nou, mooi, mooi. Nu kan ik me zo voorstellen dat er misschien deelnemers zijn, mensen die luisteren. Die denken van, ja, allemaal leuk en aardig. Maar ja, Veronique die heeft een klantenbestand. Ik wil je niet boos maken, hè? Dus rustig aan. Neem nog even een slokje. Doe ik. Die heeft een hele klantenbestand die ze dan kan gaan bellen. Ik begin net. Ik ben homeopathische assistent, weet ik het. Ja. We hebben een homeopathische praktijk, ik noem maar wat. Ja, met een holistische benadering en integraal en allemaal hele moeilijke, ingewikkelde woorden. Ja, ja. En ik heb gewoon niemand die dat wil. Of... Nee, maar luister, ik had ook niemand, hè? Dus weet je, het is niet zo dat ik, toen ik me bij Mailblue aanmeld, dat Mailblue zegt, oh, mevrouw Prins, welkom. En we geven u gelijk 200 ideale klanten op uw namenlijst. En dat toen ik digitale factuur aanmaakte, wat mijn facturatie per factuur is, dat digitale factuur gelijk zegt, joh, ik gooi er gelijk een beetje omzet in, want je bent wel een leuk mens. Weet je, je telefoon pakken is gewoon al je vrienden en bekenden bellen. Ja. Niks groters en kleiners dan dat. Ken jij nog iemand die... Zou je me alsjeblieft willen helpen? Super. Dus hulpvragen, is dat iets wat veel ondernemers niet doen? Wat is dat? Ja, en natuurlijk, ze zijn allemaal net zo eigenwijs als ik. Want we denken dat we het allemaal zelf wel weten. Weet je, dat is... Toevallig heb ik vorige week natuurlijk die challenge gegeven. En dan zeggen mensen, nee, ik ga er eerst even zelf mee aan de slag. Dan ga ik eerst mijn ideale klant wel even bepalen. En dan zeg ik, en dan denk ik echt aan de binnenkant, hoe dan? Weet je, met een klant ben ik 3 uur bezig om echt tot op detailniveau een ideale klant te bepalen. En dan zeggen zij, ik doe dat zelf wel even. En ik denk, welke kennis heb je dan vannacht ineens opgedaan, waardoor je dat dan nu wel denkt te kunnen? Weet je, ben je er door een ondernemers bijgestoken en heeft hij je geïnjecteerd met de kennis die je nodig hebt om? Nee! Dus ik vind dat heel interessant, die ontwikkeling. Maar dat iemand zegt,
En dat vind ik eigenlijk nog een hele belangrijke, maar ik weet niet of ik daarover uit mag wijden. Doe maar. Iedereen die zit te luisteren en die zegt, ja, maar jij, ja. Daar gaat eigenlijk mijn hele boek over. Weet je, ik geloof dat zelfleiderschap het allerbelangrijkste is als het gaat over succesvol worden. En wat ik heel duidelijk in mijn boek schrijf is, doorzettingsvermogen wint het altijd van talent. Zelfleiderschap wint het altijd van talent. En dat maakt dat er ondernemers zijn die misschien minder goed zijn in wat ze doen dan jij, maar wel beter ondernemers zijn, dat die succesvoller zijn. En dan mag je je nog heel lang groen aan geel aan ergen, maar dat zal blijven gebeuren totdat jij een betere ondernemer wordt. En op het moment dat jij tegen mij zegt, ja, maar jij, en ik hoor hem natuurlijk heel vaak, ja. Ja, maar jouw man werkt mee, ja, maar jouw dochter werkt mee, ja, maar jij hebt makkelijk praten, ja, maar jij hebt geld op de bank, ja, maar jij hebt al andere bedrijven gehad, en weet ik het allemaal. Iedere keer als jij iemand anders iets hoort zeggen, en een belangrijke tip hoort zeggen, en jij denkt dan, ja, maar jij, dan prik jij een heel klein, minuscuul klein gaatje in jouw zelfleiderschap-emmer. En het maakt niet uit hoe klein dat gaatje is, maar als er maar een minuscuul klein gaatje in is, die emmer gaat leeg. En zoek voor jezelf geen excuses. Waarom zou je willen? Weet je, ik kijk nooit bij een ander, ja maar jij. Want wat ik heel duidelijk weet, maar dat komt omdat ik al heel oud ben, is ieder huisje heeft zijn kruisje. En jullie weten niet wat er bij mij achter de voordeur afspeelt. Jullie weten niet welke demonen mij nog dagelijks teisteren. Maar ik doe mijn luier aan en ik doe het wel. Weet je, nu ik hier zo te praten, ben ik heel erg zeker van mijn zaak. Laat mij praten over mijn onderwerp. En zoals mijn man had gezegd, gooi er een kwartje in, dan komt voor een euro uit. Maar toen, ik heb Mirjam belde mij nog 3 minuten voor de uitzending. En zegt, Mirjam, wil hem alsjeblieft een beetje helpen met de vragen. Want ik ben echt stikzenuwachtig. Ik doe niets vanzelf. Alles vind ik nog altijd eng. Dus word niet, heb niet je oordeel klaar op wat je meent te zien. Weet dat ik voor sommige dingen misschien nog wel banger ben dan jij. Maar mijn waarom is zo groot. Want als ik niet doe wat ik te doen heb, dan woont mijn gezin in een doos. Dat ik mijn luier omdoe en het toch gewoon doe. Maar iedere keer als je zegt, ja maar jouw man, ja maar jij, en ja maar jij hebt geld, en ja maar jij kunt dit betalen. Ik kon dit ook niet betalen, weet je. Maar ik heb ervoor gezorgd dat. Ik heb zelfs eens een keer voor een traject mijn auto verkocht. En ik had een tweedehands en ik heb er een vierdehands voor teruggekocht. En van het verschil in geld kon ik weer een training kopen waarvan ik dacht dat die me verder zou helpen, weet je. En zo heb ik het steeds gedaan. En daarom staat er nou een hele dikke vette bak met stoelverwarming. Wat met deze temperatuur echt heerlijk is. Maar die is niet uit zichzelf de straat in komen rijden. Nee. We gaan Kim erbij halen. Ze heeft gezegd dat ze het bibberend wel wil. Kim, ik schijn in het echt best mee te vallen. Ja, dat heb ik ook al tegen haar gezegd. Dus ik heb hoop een beetje te hebben gerustgesteld. Kim, goedemiddag. Goedemiddag, horen jullie mij? Hi. Ja, je bent goed te horen. Zou je misschien in het kort kunnen vertellen wie je bent, maar vooral wat voor bedrijf je hebt? Ja, dat kan ik zeker. Dankjewel dat ik in de uitzending mag. En bedankt dat het niet met beeld is. Want ik zit inderdaad in mijn pyjama zo ongeveer ongekamde haren op de bank. Yes. Kim, als je naar beneden zit kijken, dat betekent niet dat ik niet aan je luister. Maar ik coach altijd door te schrijven. Dus ik schrijf alles op wat je zegt. Heel fijn. Nou, dan wens ik je succes. Ja, heel graag. Goed, wie ben ik? Inderdaad, mijn naam is Kim Schellekens en ik ben nu bijna een jaar zelfstandig ondernemer. Ik beoefen het vak integraal leefstijl- en vitaliteitscoach. Ja. Ben je een marker? Ja, ik ben inderdaad een marker. Ik heb aan de voet van Mark gestaan. Oh, gezellig. Ja, ik dacht al een connectie met Nicole inderdaad. Ja. Ja. Speuren ergens. Ja, ja, leuk. Ja. Ik weet niet, heb je dan ook kennis van de opleiding en alles, dergelijke? Ik weet alle cues. Ik heb zelfs het ondernemersstuk gedaan een tijd. Oh, kijk aan. Ik weet alles van Mark. En ik weet dus alles van waar je nu staat. En ik weet ook waar het fout gaat. Nou, heel mooi. Dan ben ik toch blij dat ik ja heb gezegd op de vraag of dat ik in de uitzending wilde. Ja. Zoals ik jou vroeg, Veronique, en je gaf het net al in je tips een beetje aan. Van, joh, ik wil volgende week 1 nieuwe klant scoren en wat kan ik doen? Ja.
daarvoor. Ik post regelmatig op social media, inderdaad. Ik kies daarin wel de veilige weg, zoals je net al heel mooi benoemde. En ik, ergens heb ik inderdaad het gevoel, ik moet met mijn kop op het hakblok. Maar ja, weten en doen is iets anders. Ja, ja, ja. Vind je het heel erg dat ik bijna niks meer nodig heb dan dit? Nee. Oké, goed. Kijk, kijk, het eerste waar ik het altijd over heb is... Pim, ik doe dit echt op z'n Veroniques. En wat je mag weten is, hoe lelijker ik schijnbaar tegen je doe, hoe liever ik je wil helpen. Ja. Dus vat dit nergens persoonlijk op, maar ik ben nogal direct. Geaccepteerd. Oké, vandaar het komt het. Maar als je ergens zegt, dit voelt echt niet meer fijn, ik zal altijd respect hebben voor je grenzen, dus dan moet je dat onmiddellijk aangeven. We zijn volwassen, dus ik wou zeggen, steek dan even je hand op, maar dat gaat dan niet. Zeg dan gewoon, tot hier en niet verder. Kijk, wat heel belangrijk is, is waar heb je het afgelopen jaar van geleefd? Want je zegt, ik wil het heel graag en ik moet met mijn kop op het hakblok, maar als er geen nut en noodzaak is, waarom zou je dan je kop op het hakblok leggen? Weet je, zelfs ik, met al mijn gedrevenheid en al mijn ambitie en al mijn stoere verhalen over luiers, zou dat niet doen als ik niet een interne drive had en dus inderdaad nut en noodzaak. En mijn vraag is dus, heb je een dik vet fluwelen kussen? Waar leef je van? Hoe groot is jouw nut en noodzaak? Waarbij je dus niet je financiële doopziel hoeft te lichten, maar weet dat het wel vele malen makkelijker is om dat kop op het hakblok te leggen, op het moment dat je zegt, ja, als ik dat niet doe, dan kan ik gewoon simpelweg bij de Albert Heijn mijn pas niet meer door de automaat halen. Ja, dat kan ik wel doen, maar daar komt er niks uit. Ja, ja, de financiële noodzaak is er niet. Nee, en dan gaat het nooit wat worden. Nee. Dus ik moet financiële noodzaak voor mezelf creëren. Ja, nou ja, en hoe ik dat altijd zeg, nee, maar weet je, dat is echt waar. Ik weet je, nogmaals, alle dingen die ik zeg dat ik bereid ben om te doen, als dat mijn gezin niet zou helpen, als dat niet zou passen bij mijn doelstellingen, dan zou ik ze echt niet doen. Ook ik heb een reptiele brein, wat de hele dag mij veilig probeert te houden, maar mijn nut en noodzaak zijn zo sterk dat ik denk, ja lieverd, ik hoor wat je zegt en ik waardeer je zorgen, maar ik moet echt door. Dus op het moment dat je een partner hebt die geld verdient, je hebt nog een baan, je hebt een uitkering, een erfenis, een weet ik wat allemaal, snij het door. En dat betekent niet dat je moet gaan scheiden of je baan op moet zeggen. Maar als je een partner hebt, zeg, joh, vanaf volgende week wordt de hypotheek eens van mijn rekening afgeschreven. Moet je kijken hoe hard je dan gaat hollen. Op het moment dat je nog een baan hebt, sluis dan dat inkomen naar een tweede, derde, vierde rekening weg, waarin het voor 5 jaar vastzet, zodat je wel moet. Op het moment dat je een uitkering hebt, laat dat inderdaad of naar een goed doel storten, of zet het ook voor 10 jaar vast. Weet je, dan moet je echt, en tot die tijd zul je, totdat het geld op is, totdat je gescheiden bent, totdat je uitkering is opgehouden, steeds blijven zeggen, ik moet eigenlijk, maar zal je het nooit doen, gewoon omdat je mens bent. Ja. Dus ik kan je allerlei trucjes geven, ik kan je mijn meest briljante tips geven, maar zonder nut en noodzaak wint jouw reptiele brein het altijd. Ja, duidelijk. Ja. Sorry, volgens mij ga vooral door wat je nog wilde zeggen. Ik heb dan wel een vraag, want bij jou is er geen nut en noodzaak op dit moment. Nee, zeker wel. Want wat wij dus altijd doen, kijk, als ik kijk naar mijn nut en noodzaak, ik voel me net een fotomodel, maar dan anders. Snap ik. Mijn houdbaarheidsdatum is niet 10 jaar. Weet je, ik ben mijn hele leven al zelfstandige en wij hebben slecht naar onze pensioenvoorziening gekeken. Mijn man is al een aantal jaren ouder dan ik. En ik weet dat zeker ook nu in de online wereld, binnen nu en 2 jaar ontstaat er een nieuwe flavor of de mand staat dan op. En dat betekent dus dat ik voor mezelf als doel heb gesteld dat wij op een goede manier samen kunnen leven op het moment dat ik wens te stoppen, en of dat moment komt omdat mijn man iets mankeert, omdat er met mijn ouders iets gebeurt. En ik heb wel degelijk nut en noodzaak, omdat ik weet dat ik er niet nog 10 jaar over kan doen om dit geld te verdienen. Als ik 61 ben, ben ik al lang niet meer hip en happening, Mirjam. Dus dat is voor mij wel degelijk zo. We hebben net een appartement voor mijn dochter gekocht. Ik wil er ook nog een voor mijn zoon kopen. Dus ik creëer voor mezelf iedere maand nut en noodzaak.
Top. Dus dat doe ik ook op die manier. Maar ik spreek zoveel mensen die vanuit een uitkeringssituatie van, joh, ik heb nog een spaarpotje voor 3 maanden of ik heb nog 3 maanden een uitkering. Dan ga ik het nu vast opzetten en dan kom ik in actie als het op is. Als je pas in actie komt als het op is, ben je te laat. Want het duurt even voordat er iemand ja zegt. Zeker als je aan de veilige acties begint, wat iedereen doet. Dus alsjeblieft, hak iets door. Zorg dat je ergens financiële verantwoordelijkheid voor gaat dragen. Weet je, ik ben altijd heel hard gegroeid totdat mijn man zijn bedrijf kwijtraakte. En mijn nut en noodzaak, weet je, ik wilde altijd bijdragen. Maar op het moment dat ik de kar in mijn eentje moest trekken, jongens, toen ben ik dingen gaan doen die zelfs ik daarvoor niet durfde. En ik neem dat echt heel zwaar op. Dus weet je, ik heb een financieel adviseur in de hand genomen en die heeft van mij uitgerekend wat er op de bank moet staan, willen wij inderdaad in ieder geval nog kunnen blijven reizen. Ik kan van alles afstand doen, maar niet van mijn reizen. En ervan uitgaan dat we allebei 85 worden. Nou, dan mag er nog wel wat binnenkomen, zeg maar. Dus ik heb een hele duidelijke nut en noodzaak. En dat maakt dus dat ik iedere dag als ik binnenkom weet waarvoor ik het doe. En het dus ook gewoon doe. En het doen om de wereld beter te maken. Om onze steen op aarde te verleggen. Om mensen zich beter te laten voelen. Weet je, ik vind het prachtig. Maar zoek in eerste instantie nut en noodzaak bij jezelf. Simpelweg, want als ik hier binnenkom en ik ben en ongesteld en ik ben chagrijnig, maar zit niet lekker in mijn vel en ik heb ook nog een bad hair day. En ik ben eigenlijk moe omdat ik een veel te wild weekend heb gehad. Dan denk ik, weet je wat, die hele wereld zoekt maar als ik zorg maar eens een paar dagen voor zichzelf. Maar ik heb er even geen zin in. Maar als ik denk aan de financiële muur die om mijn omgeving heen moet komen te staan, dat zet me wel in actie. Er wordt op dit moment bij ons thuis een soort extra woning gecreëerd. En dat als er iets met een van mijn twee ouders gebeurt, dan kan de ander daar gaan wonen. En dat maakt dus dat ik me nooit zorgen hoef te maken over wat met ze moet gebeuren. Dat ze ook nu nog zelfstandig kunnen blijven wonen. En ze wonen heel afgelegen met een hele grote tuin. En ze zijn allebei een beetje bang dat ze nou, misschien wel denken, god, we zouden eigenlijk wel moeten verhuizen. Want dat zou beter zijn als er iets zou gebeuren. Maar ze mogen daar blijven wonen. Want een dag later kunnen ze bij mij op het erf in dat huis komen te wonen. En nu ben ik aan het sparen dat als het nodig is, dat er ook 24 uur per dag zorghulp zou komen te zijn als dat nodig zou zijn. Weet je, dat is mijn nut en noodzaak. En dat drijft mij iedere dag. En ze waren er zaterdag voor het eerst. En het was een onuitgesproken regel, want ze weten waarom ik het bouw. En ze weten dus ook dat het voor hun is. En allebei zeiden ze het niet. Alleen maar van, goh, het is mooi. En mijn moeder zegt, het is groter dan ik had gedacht. En mijn moeder zegt, god, wat is het hier lekker licht. Ik weet dat ze er allebei hebben gestaan. Dat ze denken, nou, misschien is het wel goed om hier te zijn. Als het moment ooit, god, dit was helemaal niet de bedoeling. Maar weet je, zo creëer je nut en noodzaak, weet je. En als je dan zelf inderdaad dat geld niet nodig hebt omdat je op een fluwelen kussen zit, doe dan wat ik vanochtend heb gedaan. Ga dan met 20 vliesdekentjes naar het verzorgingstehuis en zeg dan, hier heb je ze, weet je. Maar dit zijn zulke waardevolle dingen. Dit is dus ook inderdaad wat Jim Rohn zei. Ik kom net uit Oeganda. Weet je, ik heb daar gezien hoeveel geld daar nog nodig is. Als je het zelf niet nodig hebt. Er zijn zoveel mensen die het wel keihard nodig hebben. Doe het dan daarvoor, weet je. Dat is... Ik neem even een slokje drinken. Kun je daar wat mee, Kim? Ja, daar kan ik zeker iets mee. Ja. Als ik dan... met name de toevoeging, Veronique, top voor jouw directheid. Want het stel ik heel erg op prijs. En mooi ook dat jij gewoon laat zien dat jij een heerlijk mens bent. Met alle zorgen. Inderdaad, als je dan voor jezelf de nut en noodzaak misschien niet zo 1, 2, 3 ziet. Kijk dan eens inderdaad verder dan je eigen muurtje. Ja. En zoek dan inderdaad naar iets wat nut en noodzaak voor een ander zou kunnen zijn. Ja, en wat bij jou wel zoiets in jou wakker maakt. Je zegt, dit wil ik per se. Ja. Want als je het alleen maar bij de ander laat liggen, kom je er nog niet voor in actie. Weet je, er stapt geen mens over zijn eigen obstakels en zijn eigen urkenmannenkoor heen. Als het voor jou niks doet. Nee, klopt.
Ja. Snap je? Dus dat is heel erg belangrijk. Nou, en dan inderdaad, maar dit is een beetje een algemeenheid. De integraal leefstijlcoaches verkopen veel te veel hun methodiek. We hebben het allemaal over onze cues. We hebben het allemaal over integraal. En jouw ideale klant kan niets met integraal. En wat ook heel erg belangrijk is, maar dat is een beetje lastig om nu in deze uitzending te doen. Ik weet ook dat jullie vanuit de vier cues werken. En dat jullie en inderdaad mentaal en fysiek en afslanken en een betere leefstijl. Maar er is geen mens wat en beter in zijn vel wil zitten en wil afslanken en mentaal beter wil zijn en beter wil gaan bewegen. Je moet één ingang kiezen. Ja. En dat is de fout waar nagenoeg iedere integraal leefstijlcoach, want die heb ik de ene keer over beter bewegen en die dame die 25 kilo te zwaar is, die zegt, goh, ik kan niet eens bewegen. Of inderdaad, ik wil beter in mijn vel. En die dame die 25 kilo te zwaar is, die zegt, als ik eerst me afval, kom ik vanzelf beter in mijn vel. De boodschap is zo breed, marketingtechnisch veel te breed. Je zult één ingang moeten zoeken. En als ze bij je zijn, het hele integrale concept erop los moeten laten. Maar aan de voorkant zo breed zijn, dat maakt wel dat je alle acties kunt doen. Maar niemand zal je kunnen volgen. Ja, helemaal duidelijk. Cool. Dankjewel, Kim. En super stoer dat je toch bibberend... Cool. En zie je, Kim, wat dus is... bij mijn eigen klanten zeg ik altijd hashtag and I didn't die. Weet je, door je kop wel eens op het hakblok te leggen, daar word je altijd beter van. Ja, dat weet ik. En zoals het nu heeft gewerkt in dit stuk, zo werkt het met alles. Ja. Oké? Okay? Cool. Heel waardevol, dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel, Kim, voor je inbreng. Ik zie ook nog een vraag van Hanne. Hanne? Ja. En zij zegt, bouw een bloeiende praktijk in 90 dagen. Ja. Is dat je vrijheidsmodel of de combinatie van alles? En dat online programma, als ik het mag vragen, hoeveel verkoop je hier per maand van? Ja. Ik combineer offline en online, maar ben benieuwd waar je een beetje kan verwachten, wat je een beetje kan verwachten aan verkopen aan dit soort online doorlopende programma's. Dus ik vraag het gewoon. Ja, hartstikke goed. Dankjewel. Even kijken. Het zou mijn vrijheidsmodel kunnen zijn, waren het niet dat je... er zit een Facebookgroep aan vast, er zit een Q&A aan vast, en er zit altijd een live dag aan vast. En dat doe ik dus allemaal zelf. En dus ik ben iedere dag, met uitzondering van het weekend, in die groep. Ik doe nog alles zelf, dus in die zin is het helemaal geen vrijheidsproduct. En daar kies ik dus bewust zelf voor nog in deze fase. Nou, dan inderdaad jouw vraag van wat zou ik kunnen verkopen? Ik zit niet in de chatbox te kijken, maar mag ik daar heel eerlijk in zijn? Ja, voor mij wel, maar, wil je dat even bij haar toestemming? Oh, sorry. Ja, of wil je dat ook even vragen of ze erbij wil komen? Vind je dat fijner, Veronique? Nee, dat hoeft niet per se. Maar, maar als ze dat niet durft, dan hoeft dat niet. Maar weet je... Oh, Hanne zegt ja. Nou, weet je, Hanne, ik ben stapel me shocken op online trainingen. Je mag best weten, daar ben ik ook helemaal niet ingewikkeld in. Tussen afgelopen donderdag, want ik heb vorige week gelanceerd. En tot en met gisteravond laat heb ik 60 online trainingen gekocht van €1500. Dus nou ja, dat kan ieder idioot dan narekenen. Echter, je moet je niet vasthouden aan mijn model. En wat ik zie is dat veel mensen willen wat ik heb. Maar dit staat er pas na 6 jaar zeer intensief ondernemen. Weet je, ik geef altijd dijken van challenges waarin ik zoveel waarde geef. Wat ik altijd zeg, en dat heb ik ook van Ilko geleerd. Mijn free stuff is beter dan de betaalde stuff van mijn collega's. Daar gaat bij mij ongelooflijk veel tijd in zitten. Als ik dan inderdaad, ik kan ook nog eens rete goed verkopen. Dus ik geef niet alleen een hele goede challenge, maar ondertussen is ook de upsell die ik doe ook nog eens heel goed. Dus daarom haal ik hogere aantallen binnen dan dat iemand anders doet. Ik heb hele hoge aantallen in die challenge zitten. Waarom? Omdat heel veel mensen bij mij voor de x-te keer meedoen en ook tegen andere mensen zeggen, joh, die challenge van Prins, die moet je volgen, want als je ergens wat aan hebt, dan is het daar wel aan. Maar dat staat niet in ene keer. En ik wil met alle liefde jou, mijn cijfers met jou delen. Maar zolang je nog niet bent waar ik ben, en dat klinkt heel arrogant, maar ik vind het zo belangrijk dat mensen nou eens een realiteitscheck krijgen. En dat de waarheid is verteld wordt in dit soort dingen. Terwijl
Er wordt zo vaak een beeld gespiegeld van maak een online training, lanceer hem, koop een hangmat op Hawaii en de boel wordt geautomatiseerd doorgestuurd. Je mag echt best weten dat ik denk dat ik vorige week, nou, ik durf te zeggen, minstens 90 uur gewerkt heb om dit resultaat te bereiken. Los van wat ik er natuurlijk aan de voorkant allemaal in heb gestoken om überhaupt mijn deelnemers in die challenge te krijgen. En de reden waarom ik zo'n hoge conversie heb uit mijn challenges is omdat ik weet dat de verkoop pas begint nadat het aanbod is gedaan, nadat het webinar is geweest. Alle mails die doe ik zelf. Alle antwoorden behandel ik zelf. Ik volg ook alles op. Ik kijk ook zelf als ik iemand heb gemaild met een vraag, heeft ze inmiddels gekocht en waarom heeft ze dan niet gekocht? En dan denk ik van, joh, waarom mijn antwoorden niet duidelijk is, nog iets wat ik voor je kan doen. Daar ga ik tot in detail toe, ben ik daarmee bezig. En daar doe ik nog een aantal andere dingen ook nog bij. En dat betekent ook dat ik een nacht heb doorgehaald hier. En luister, als je een ton verdient in 3 dagen, hoef je met mij geen medelijden te hebben. Laat dat heel duidelijk zijn. Maar een webinar geven, een wijntje nemen en dan wachten tot de kassa gaat rinkelen. Ja, dat had gekund, dan had ik er 20, 30 gehad. Maar doordat ik dit erachteraan doe, heb ik er 60. Dus als je niet mijn aantallen hebt, als je niet mijn ervaring hebt als het gaat over verkopen, als je niet zulke inhoudelijk goede challenges geeft als dat ik doe en inderdaad niet zo makkelijk kan upsellen vanuit een webinar, heeft het geen zin om mijn ding met je te delen. Het is dus iets wat kan. Wat mogelijk is. Maar ik ben zo fel tegen dat iedereen maar denkt dat als je maar een online training nou maakt, dat het dan voor elkaar is. Ik heb daar een hele eigen visie op. Je merkt het, ik wind me er ook zelfs een beetje over op. Ik heb zoveel mensen gecoacht die ook hebben gedacht, als ik nou een online training maak, terwijl ze nog niet eens hun iedere klant ooit in het echt hebben geholpen, nog niet ooit met hem gepraat hadden, nog nooit zelfs maar offline iets verkocht hadden. En dan dachten van, joh, kom maar door met die hangmat en dat schip met geld. En die bij mij uiteindelijk het vak hebben geleerd. Ik vind dat je minstens 1000 namen op je namenlijst hebt staan. Ik vind dat je minstens steady 3000 euro in de maand offline moet hebben kunnen leren verkopen, voordat je pas klaar bent om online vanuit een webinar een online training te verkopen. Want online converteert altijd minder goed dan offline. Je kunt met mensen in een online omgeving vanuit een webinar niet zien hoe ze reageren. Ze kunnen je niet gelijk vragen stellen. Je kan niet makkelijk verkoopbezwaren wegnemen. Terwijl als ik met iemand of 1-op-1 ben of in een live groepje, dan zie ik wat er gebeurt. Dan kunnen ze me de vragen stellen. Dan kan ik daar ook gelijk op reageren. En daarom is die conversie A veel hoger. Maar daar leer je verkopen. En dan gaat het online ook goed. Maar ik zie zoveel mensen zoveel cruciale fases overslaan. Je kunt niet beginnen. En nogmaals, dit is natuurlijk helemaal fout, juist in deze groep. Maar ik denk dat ik hier gevraagd word om mijn visie. Je kunt niet beginnen met een vrijheidsproduct. Weet je, aan de 4-hour workweek gaan heel veel werkuren vooraf, voordat je pas op dat punt bent. En ik ben daarin fout, hè, want ik zou makkelijk al kunnen afschalen. Ik zou het makkelijk al met 20 uur per week kunnen doen als ik een sales team in zou zetten en dat soort zaken. Maar dan moet dat wel ingeregeld zijn. En zolang je daar het geld nog niet voor hebt, omdat je de omzet niet hebt, geloof ik er niet in. Want jij doet ook al je sales nog zelf, Veronique? Allemaal zelf. Onze beeldvorming. Allemaal zelf. Ja, en nu las ik in je boek dat je 80 klanten per week spreekt. Daar verslikte ik me even in. Hoe zit dat? Nou, ik heb, 42 en 19, dus 61 mensen die ik per maand coach. En dus inderdaad die 80, maar het zijn er dus deze maand veel meer. Omdat er alleen al deze maand 60 in mijn online training zijn ingestroomd. En een deel doe ik dus online in de Facebookgroep, maar ik lees daar alles van ze. Ik geef op alle vragen antwoord. Ik kijk zelfs ook nog naar teksten. En dat komt inderdaad omdat ik van Ilke heb geleerd om meesterlijk productief te zijn. En de manier waarop dat werkt is A, mijn sessies duren een half uur, dus ze zijn echt een half uur. Ik plan ze back-to-back. En dat maakt inderdaad dat ik soms wel 10 sessies, soms wel 12 sessies op een dag heb.
Van 3 tot 4:30, van 4:30 tot 5, van 5 tot 5:30. En voor mij werkt dat. Ik heb mezelf daarin geleerd. En dus inderdaad, ik doe ook dus heel veel online in die groep. Bij mij zit er heel veel interactie in mijn Facebookgroepen. Het enige wat ze alleen van me moeten leren, ik zeg niet, oh wat goed, goede poging, wat heb je dit goed gedaan. Ik zie echter wat puntjes en ik neem ze met je door. Nee, je weet wie ik ben, je weet bij wie je insteekt. Dus ik zeg, cool, echter. En hup, ik gebruik niet de sandwich methode als het gaat over het geven van feedback. Weet je, dat is de enige manier waarop ik dit vol kan houden en het zelf kan blijven doen. Hoe doe je dat dan met die half uur gesprekken? Heb je dan vaste coach? Want ik denk dat er ook veel coaches aanwezig zijn vandaag. Ja. Heb jij vaste coachvragen of een vaste structuur van zo'n gesprek? Of hoe pak je dat aan? Ja, nou, dat ligt er een beetje aan welk type klant het is. Want ik heb 2 type klanten. Bij mijn high level, ik heb een programma dat heet Business Mastery. Dat is voor mensen die een ton en meer verdienen. Komen zij met de vragen en hou ik natuurlijk wel de structuur, hè? Want ik heb een kick-off call, dus ik weet waar ze heen moeten. Ik weet wat hun omzetdoelstellingen zijn en die KPI's die checken we altijd even aan het begin van het eerste gesprek per maand, om te kijken, goh, hoe zitten we en hoe loopt het? En daar heb ik ook nog wat andere tools voor om dat met mensen in de gaten te houden, dus dat ze niet soms zonder dat ik het in de gaten heb, die kant op lopen, terwijl we aan het begin van het jaar hadden afgesproken om die kant op te gaan, hè? Dus dat check ik wel. Maar die zijn inderdaad volwassen genoeg om zelf met hun onderwerpen te komen. En met de mensen die nog wat iets lager zitten, hè, dus die nog wat meer aan het begin van hun praktijk staan, maar die ook één-op-één coaching van mij hebben in een bepaald programma. Daarin stellen zij voor een deel de vraag en daarin ben ik voor een deel ook sturend. Van, God, let wel op dat en kijk wel dat. En ik zag je in de Facebookgroep zeggen dat, hou je wel rekening met. Dus dat is een beetje van allebei een beetje. Maar er zit dus bij in allebei de groepen een soort van structuur, maar ik behandel ze allebei anders, omdat ze een andere volwassenheidsfase in ondernemerschap hebben. Leg ik dat duidelijk uit of niet? Ja, zeker, zeker. Dankjewel. Ja. Laura die zegt nog, als je 61 bent en topondernemer, zeg maar keer 10 van wat je nu bent, ja? Waarom zou je dan niet hip en happening zijn? Ja, weet je, kijk. Op een manier die. Ik doe even het licht aan, want volgens mij wordt het een beetje donker. 1 seconde. Nou, weet je, ik geloof dat... neem bijvoorbeeld Joep van het Hek, hè. En ik ben heel lang fan geweest van Joep. En Joep zei van het weekend in een interview... je moet stoppen op je hoogtepunt, want anders wordt het zielig. En ik ben bij zijn laatste show geweest. En toen dacht ik, Joep, misschien zou dit de laatste moeten zijn. En weet je, toevallig had ik gisteren een etentje met mijn schoonfamilie. En mijn man is een nakomertje. En wij hebben ook nog eens een leeftijdsverschil, mijn man en ik. Dus... Het is heel grappig, mijn schoonbroers en schoonzussen zijn dezelfde leeftijd als mijn ouders. En nou, we hadden het over... één had er ontdekt op vakantie dat het Rietje was een hotspot. En, weet je, en het is zo grappig om daar aan tafel te zitten. Want heel veel dingen, technische dingen, kunnen zij niet meer bijbenen. En ik geloof dat er op een gegeven moment de wereld zo snel gaat dat ik hem niet meer bij kan houden. Of inderdaad voor mezelf merk... dat ik niet meer mijn eigen tribe vooruit ben. Kan je voelen wat ik zeg? En het is mijn plicht om mijn volgers vooruit te blijven. Om voor hun te laten zien wat mogelijk is. Om mijn kennis up-to-date te houden. En ik denk dat er een moment is waarop dat niet meer is. En weet je, ik heb natuurlijk wel vaker met mensen deze discussie van... Ah joh, zelfs Ilko zegt het, als jij ergens geen angst voor hoeft te hebben... is dat je op je 61 niet meer hip en happening bent. Ik wil het risico niet lopen. En B, misschien wil ik ook wel niet op mijn 61ste werken. En ik neem het nu wel als veilig uitgangspunt... juist omdat ik misschien wel hip en happening wel zou zijn... maar de online wereld is zo vluchtig, er staan er te veel op... En weet je, ik merk nu al dat bepaalde dingen op Instagram... Nou, daar hebben wij natuurlijk ook wel vaak een discussie over. Jij kent een beetje mijn zienswijze daarop. Weet je, ik zie natuurlijk mensen ongelooflijk snel groeien op Instagram... doordat ze dingen doen waarvan ik denk... Ik weet niet of ik nog bereid ben om dat te doen. Weet je, ik wil van mijn leven geen soap opera maken. Ik wil mezelf niet 4 keer op een dag in de lift fotograferen... ik wil vooral om mijn kennis gezien worden en ik zie dat de wereld daarin verandert
los van het feit dat ik nooit met de lift ga. Dus dat is sowieso een probleem. Maar weet je, ik wil dat niet. En dat maakt dat ik op een gegeven moment daarin, en dit klinkt een beetje melodramatisch, maar de strijd zal verliezen. Want dat is wel wat de nieuwe generatie van je verlangt. En ik doe dat niet. Weet je, ik wil. En zo zullen er nog andere dingen ook zijn. Van ik denk, nou, ik geloof dat ik hier de grens stel. Dus zelfs als ik het wel zou zijn en ik heb er ook nog zin in, cool. Weet je, dan zoek ik wel een nieuw goed doel. Als mijn ouders goed gehuisvest zijn, dan weet ik het allemaal. Weet je, maak je over mij geen zorgen. Maar zou mijn voorspelling uitkomen, heb ik ervoor gezorgd dat het mijn gezin aan niks ontbreekt. En ik wil op het hoogtepunt kunnen stoppen en niet een slap aftreksel worden van. Want dat is triest. Weet je, ik ben een groot Formule 1 fan. En er zijn de laatste jaren een aantal coureurs heringetreden. En die rijden dan in de achtermassa mee, weet je. En ik ben te veel een winnaar om dat voor mezelf oké te vinden. Ik doe het niet voor plek 8. Daar hou ik niet van. Nee, ik snap helemaal wat je bedoelt. Ik vind het nog wel heel leuk wat Laura erover zegt. Ze zegt, maar dan op een manier die bij je past. Ja. En is het geen belemmerende overtuiging? Dat vond ik wel heel erg leuk. Nee, weet je, en Laura, jongen, ik ben voor al mijn klanten. Weet je, heel therapeutisch Nederland kan op mij losgaan. En ik ben de laatste die dat ontkent. Dus weet je, dat is natuurlijk hetzelfde als wat ik zeg. Er is geen één zo goed als ik. Als inderdaad, is het geen belemmerende overtuiging. Dat weet je, ik kijk natuurlijk wat er gebeurt. En dat mensen dan hun slaapkamers en hun hotelkamers. Wij zijn op dit moment een zwembad in onze tuin aan het bouwen. Ik wil dat niet laten zien. Ik heb daar geen plezier in. Ik vind dat niet van meerwaarde. En veel mensen zeggen, dat moet je juist laten zien, want dat is je lifestyle. Ik wil het niet. Als dat is wat ik ervoor moet doen, dan hoeft het van mij niet. En dan zorg ik gewoon dat ik voor die tijd mijn schaapjes op het droog heb. En het intrigeert me wel, want het zou ook juist mensen kunnen inspireren. Dat niet dat je dat nu niet doet, want dat laten we daar even duidelijk over zijn. Ja. Tegelijkertijd denk ik dat juist ook met jouw lifestyle en met wat jij bereikt hebt, precies wat je zegt, van hè, waar je vandaan bent gekomen en waar je nu staat, dat doe je nu ook dus al. En tegelijkertijd denk ik dat bijvoorbeeld door een zwembad, want dat zegt iets, dat laat iets zien. Maar weet je, Mirjam, en jij kent mij heel goed, voor mij is waarde zo'n ongelooflijk, weet je, bij mij draait, mijn kernwaarde is waarde. En weet je, welke waarde heeft het nou als ik mijn zwembad laat zien? Welke waarde heeft het nou als ik mijn auto laat zien? Ik zie het niet. Het enige wat ik echt graag laat zien, en dat is maar dat is meer ook omdat het mij zoveel brengt, en ik altijd op vakantie altijd heel erg melodramatisch ben, mijn reizen. Weet je, wij maken hele gave reizen, die dan ook altijd nog vreselijk basic zijn. Weet je, dat laat ik wel graag zien. Weet je, dat is een deel van mijn lifestyle wat ik wel oké vind. Maar verder rest, weet je, ik kom uit een dorp. Doe je al gek genoeg. Mijn vader is heel succesvol geweest en die koopt nog steeds zijn schoenen bij de schoenenmaker. Annex sigarenzaak, Annex foto. Ja, nu hebben ze natuurlijk geen foto weer ontwikkelen, maar dat kon je vroeger ook nog. Ik kom uit een gezin. Mijn vader parkeerde altijd zijn auto 2 straten verderop, dat niemand kon zien wat een auto die had. Dus dat is ook weer een belemmerende overtuiging. Hè, weet je, ik moet daar vast voor in therapie. Maar weet je, ik wil best mijn zwembad laten zien, maar ik denk dat er al te veel mensen zijn die doen voorkomen dat als je met je ogen knippert en iets online slingert, dat je dan een zwembad in je tuin kan laten bouwen. En als je potverdomme weet hoeveel uren bloed, zweet en tranen daarin zitten, en ook bij mij des te meer omdat ik slecht kan delegeren, maar weet je, het is niet dat met een knip in mijn vingers zo in ene komt. Dus, en je hebt het idee dat als ik dat zwembad laat zien, dan laat ik dan een ander voorbeeld nemen van dat zwembad, dat begrijp ik nog wel een beetje, of de auto, nou daar kan ik nog wel iets bij indenken, maar ik zit ook aan een ondernemer te denken die daar juist wel voor kiest, en die vind ik juist heel inspirerend, dus vandaar dat ik daar toch een beetje probeer te prikkelen, maar oké, laten we dit zwembad even zitten. Blijven doen. Laten we dat zwembad even zitten, wat je nu aan het doen bent voor je ouders, dat is voor heel veel mensen zo inspirerend. Ja, maar het is voor mij zo privé, want ik schrik er dan van hoe het me raakt. Weet je, en waarom zou ik dat... Weet je,
voor mij is ethisch handelen ook een hele belangrijke. Dit komt zo dicht bij me dat ik er geen marketinginstrument van wil maken. Kan je snappen wat ik... Dus we hebben het al eerder over een kruispunt gehad tussen te vroeg en te laat mensen inschakelen. En dat heb ik ook met dit. Weet je, dan, ik moet voor jou natuurlijk meer stories maken. Dus dan loop ik daar en dan denk ik, ja, moet ik dan een foto maken van dit? En van, goh, nou, als er iets met een van mijn ouders gebeurt, dan kan de ander hier wonen. Het gaat me niet lukken om dat te posten. Nee, snap ik helemaal. Hoor. Bijvoorbeeld ook dat ik vanmorgen dan bij dat, weet je, en ik vertel het hier omdat dit een besloten gemeenschap is, maar dat ik daar dan sta en dan zit ik bij dat verzorgingshuis en dan zap ik in de auto en dan moet ik best een beetje huilen en dan ben ik zo dankbaar. Maar dat wil ik niet posten. Ik wil dat niet. Nee, dus dat is ook, ik ga je ook niet dwingen of zo. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel jammer. Want je zou daarin wel een inspiratiebron kunnen zijn. Ja. Ik zag nu al wat, want ik was even aan het terugscrollen. Want mensen die zeiden, oh, wat goed of wat mooi of wat inspirerend. En dan denk ik van, ja, jij hebt het geluk. Of dat is nu eenmaal je taak misschien hier op aarde, I don't know. Om honderd of duizenden of misschien tienduizenden ondernemers te bereiken. Ja. Om ze te inspireren. En ook met dit zou je ze kunnen inspireren. In ieder geval, mij inspireert het verhaal over je ouders bijvoorbeeld heel erg. Ja, ik moet even kijken. Weet je, maar ik hoor wat je zegt. En volgens mij begrijp jij me onmiddellijk dat als ik zeg dat ik er geen... marketinginstrument van wil maken. Nou, bijvoorbeeld, we waren natuurlijk met die cheque met Mama Love. En dan zegt mijn dochter, je moet er een cheque van maken. En ik weet dat ze zat te kijken, dus dan moet ik het doen. Maar ik vind dat vreselijk. Weet je, ik douw dat liever zo die kant op. Ja, even voor degenen die er niet bij waren. Op 4 oktober was er een benefiet-event. Daar hebben we geld ingezameld voor het goede doel. Stichting Mama Love. Mandy Ladan is de founder van Stichting Mama Love. Ze is ook regelmatig bij seminars van Eelco de Boer. Dus misschien heb je haar wel eens gezien. En we hebben dus geld ingezameld. En Veronique die had ook een fantastisch bedrag ingezameld. En haar dochter had haar opgedragen om daar een cheque van te maken. En die is overhandigd op het podium. Wat ook heel gaaf was. Want daarmee werd ook een enorm bedrag overhandigd. Dus het is ook superleuk. Zo'n hele grote cheque. We zaten daarna in de auto. Mandy paste in de auto. Ik vind helemaal niks. Het was hilarisch. Nee, je vindt dat helemaal niks. Oké, Annick die vraagt waarom dan wel als lifestyle je reis laten zien. En nou. Annick die... Ja. Nou, als je me zou volgen, Annick, dan... mijn reizen zijn dus nooit 5-sterren-oorden met een hangmat en wapperende mannen die me de hele dag cocktails brengen. We zijn afgelopen zomer 4 maanden door... 4 maanden, dat was maar waar. 4 weken met een eigen auto, dus zonder driver en zonder gids, door Oeganda gegaan. En weet je, Dat zijn zulke... We hebben daar bijvoorbeeld een gorilla safari geweest. Dus ik heb oog in oog met een silverback gestaan. God, dan ga ik straks weer huilen. We hebben daar zoveel dingen gezien. Bijvoorbeeld inderdaad, in het noorden van Oeganda is het World Food Program nog actief. En als je daar lopen mensen nog met pijlen en bogen en speren langs de kant van de weg. En toen, daar rijden helemaal geen auto's en wij waren daar wel. En toen kwam dus een konvooi vrachtwagens van het World Food Program. En toen dacht ik, shit, ik ben op vakantie in een gebied waar dit dus nog actief is. Dus mijn reislifestyle is niet luxe. Mijn reislifestyle is de wereld zien, andere culturen ontdekken. En het gaat dus niet... Oh, wacht even. Dit is dus de belemmerde overtuiging. Het gaat dus niet over pochen. Oké, ja. Ja, en misschien willen we jou, of misschien ben ik het alleen, nog uitnodigen om er eens als inspiratie naar te kijken. Ja. In ieder geval, Annick die zegt ook nog, ik snap het wel, voor mij is reizen ook van onbetaalbare waarde. Reizen past bij mij. Maar ik ben wel benieuwd waarom je wel graag jouw reizen aan de buitenwereld wil laten zien. Ook als inspiratie, dat geldt wel voor mij namelijk. Ja, weet je, dus mijn reizen laat ik wel zien, hè? Want we zijn van de zomer en met kerst in Peru geweest. En vorig jaar waren we in Vietnam en Sri Lanka en we gaan nu weer naar de wintersport en... Weet je, dat doe ik heel graag en heel veel. Maar het is met name wat ik leer onderweg van die reizen van andere culturen. En dat kan ik heel makkelijk vertellen. Ik leg ook heel vaak de link met business bouwen. Dus dan is het ook nog waardevol. Ik weet het ook niet. Het is...
Het is een belemmerende overtuiging. Dat mogen duidelijk zijn. Nou, degene die jou onder handen wil nemen, die mag opstaan. Nee, nee. De aanleiding van dit gesprek wordt niet op prijs gesteld. Acquisitie in aanleiding van dit. Nee, precies. Nee. Nou, ja, precies. Eens, ik snap je helemaal, zegt Aniek. Reizen is iets magisch. Nou, dat zien we ook zeker als jij ons meeneemt in jouw reisverhaal, Veronique. Dus daarom ben je absoluut heel inspirerend. Is er nog iemand van de deelnemers die een vraag heeft aan Veronique? Het is nu dus je moment. Je kan nu je vraag stellen aan Veronique. We hebben nog heel even, we zitten in de afronding. Jeetje, wat vliegt de tijd. Ongelooflijk. Ja, we zijn al bijna 2 uur onderweg. Nou ja, jij zei we doen 2 uur en nu dacht ik, we doen het maar een uurtje. Maar nu dit. Maar jongens, iedereen zit te luisteren. Zolang je, en dit klinkt heel lelijk, maar zo bedoel ik niet, zolang je nog niet mijn omzet hebt, kan het, en je zit nog steeds te luisteren, kan het niet zijn dat je geen vraag aan me hebt. Oh nee. Dat zegt echt iets over jou. En over de kans die je hebt om te slagen als ondernemer. Weet je, en dat is niet omdat ik zo briljant ben of omdat ik zo geweldig ben. Maar ik doe iets beter, sneller of slimmer dan jij. En een echte ondernemer is daarin geïnteresseerd, is daardoor geïntrigeerd. Dus wat zegt het over jou? Als je nu na 2 uur nog naar me zit te luisteren, dan zeg ik kennelijk iets wat je interessant vindt. Want anders had je lang goede tijden zitten kijken. Ik weet niet of dat op dit tijdstip is, maar stel nou 5 uur live bij RTL4. Weet je dus, en je draait nog niet mijn omzet. Wat maakt dan dat je geen vraag voor me hebt? En dit lijkt heel lelijk en is misschien wel het meest waardevolle wat ik je kan vertellen op dit moment. Van deze hele 2 uur. Nou, dus lieve deelnemer, als je nu nog aanwezig bent, stel dan nu de vraag die je aan Veronique wil hebben. Dit is je ultieme kans. En Aniek, die komt nog gauw en die zegt, wat zijn jouw zichtbaarheidstips? En noem dan eventjes, Aniek, wat is dan zichtbaarheid voor jou? Want dat is ook zo'n lekker multi-interpretabel... Container, begrip. Weet je, vraag aan 6 mensen wat is zichtbaarheid en ze geven alle 6 een ander ding. Kijk, voor mij heeft het niet zozeer met zichtbaarheid te maken, als wel met strategie. Op het moment dat jij zegt, ik moet morgen nog een klant hebben, dan moet je niet in je pyjama met ongekamde haren online proberen wat te doen. Dan is de kwestie van zo zichtbaar mogelijk zijn. En zo zichtbaar mogelijk is face-to-face, aan de telefoon en het liefst offline. Dat is de manier om vandaag, binnen het komende uur, uiterlijk vanavond en anders uiterlijk morgen nog iemand te krijgen. Dus een zichtbaarheidstip is voor mij altijd teruggaan naar wat wil je, hoe groot is nut en noodzaak en wat ben je dus bereid om te doen. Want weet je, zichtbaarheid is, ik kan natuurlijk heel keurig zeggen, minstens x keer per week iets posten of van waarde zijn of je giegel laten zien of weet ik wat allemaal. Maar als je meer haast hebt dan dat, kan het altijd verschil maken tussen on- en offline. En wat voor mij ook vooral, als het nou on- of offline is, wat vooral over zichtbaarheid gaan is, stap alsjeblieft uit de eenheidsworst. Weet je, roep niet alles wat iedereen roept. Kijk, ik vind het niet fijn dat Donald Trump president van de Verenigde Staten is. De enige reden waarom ik het wel fijn vind, is omdat hij op alle mogelijke manieren mijn visie ondersteunt, dat je een afwijkende visie moet hebben. Dat je iets moet roepen wat bij minstens een groot deel van je ideale klanten schuurt. Weet je, dat wat ik ook roep, als iemand zegt, ik heb niet genoeg klanten, dan zeg ik, je hebt vast niks gedaan. En dan zeggen ze, Weet je, dat. Dus als je iets roept waar nooit commentaar op komt, dan heb je de verkeerde boodschap. En te veel mensen willen, als het over zichtbaarheid gaat, nog aardig gevonden worden, vriendjes maken, vooral niet je kop boven het maaiveld steken. En dan kan je 21 miljoen keer iets posten op social media kanalen en ook nog in 1 week. Maar voor mij is dat niet zichtbaar zijn. Voor mij is zichtbaar zijn niet een van de 50 tinten grijs zijn, maar juist voor wit of zwart gaan. Ja, nou, heel mooi, dankjewel. Dus ik zou zeggen, nogmaals de oproep, kom met een hele goede vraag. En als je geen hele goede vraag hebt, kom dan gewoon maar met een vraagje. Want anders wordt de lat misschien wat te hoog. Stel ik ondertussen, ik ga gewoon door, want ik heb genoeg vragen. Dat is nooit een probleem bij mij. Kom op. Wat is nu de belangrijkste les als je terugkijkt op je ondernemerschap die je aan ons heel graag wil doorgeven? Ja,
En dit lijkt zo'n ontzettend open deur. En daarom ben ik altijd een beetje bang voor deze vraag. Maar ik had het... Ik had niet moeten denken dat ik het alleen kon doen. En als je nou mij vraagt, waar erger je het meeste aan? Aan mensen die zeggen, dat ga ik dan wel even zelf doen. En weet je, ik was al ondernemer. Ik draai al een dijk van een omzet. En nog steeds geef ik een mega bedrag uit aan coaching. Omdat ik geloof dat er mensen zijn die het slimmer, sneller en beter kunnen dan ik. En je kan wel zelf het wiel uitvinden. Maar het worden altijd van die vierkante wielen. En mijn eigen coach is nog iets directer dan dat ik ben. Dan heb ik het over Suzanne, niet over Ilko. Maar toen ik laatst met Suzanne deze discussie had, toen gaf ze het volgende antwoord. En hij is op het randje en eroverheen. Dus probeer hem eventjes te zien zoals hij bedoeld is. Ze zegt, ik zie zoveel mensen naar de dokter gaan, de diagnose kanker krijgen. En dat de dokter zegt... je hebt eigenlijk chemotherapie nodig. En dat de persoon in kwestie dan zegt, ik ga het eerst nog wel even zelf proberen. En dit is hoe Suzanne het altijd brengt, maar dat maakt dat het mij crystal clear is. Weet je, ik zie zoveel mensen aan zitten tobben. En dan zegt ze, ja, ik ga dit eerst wel zelf implementeren. En ik implementeer niks zelf. Met alles wat ik implementeer, zeg ik, oh, maar is dit nou wel handig? Zou dit nou weer anders? Hoe zou jij dat dan doen? Dus zelfs qua implementatie, laat ik me permanent begeleiden. Is dit de slimste, beste en meest strategische manier? En dat is de enige weg naar groei. Maar waarom ik het eng vind om te zeggen, is omdat het natuurlijk vreselijk preken voor eigen parochie is. Dus het tweede wat ik zou zeggen is, omarm de kansen van het internet. Het derde is, wees kritisch naar wat je wordt verteld. Hè? Weet je, Suzanne vertelt me wat. En ik doe veel wat zij zegt, maar niet alles. Ilko vertelt me wat. Ik doe veel van wat hij zegt, maar niet alles. En laat je niet gek maken door de 4-uur lifestyle ding als je nog aan het begin staat. Weet je, Mirjam, ook jij bent bezig met vrijheidsproducten en dergelijke. En ook bij Sander en jou komt het niet. Jullie werken zelfs samen meer dan 4 uur per week. Ja, zeker ja? Weten. Dus weet je, ik geloof dat er fases zijn in ondernemerschap. En dat ik nu inderdaad genoeg geld verdien, waardoor ik taken af zou kunnen stoten. Waardoor ik nog genoeg marge overhaal en meer vrijheid zou kunnen kopen. Misschien zo eigenwijs, wat zou dat kunnen. Maar als je dat te vroeg doet... dan blijft er weer geen geld over om verdiend te worden. En ik zie te veel mensen die een aantal fases over willen slaan. Ja. Wat is het eerste wat jij nu gaat uitbesteden? Nog meer? Of niet meer zelf gaat doen? Misschien is dat een betere vraag. Wat ik bijvoorbeeld doe ook in mijn online training is... op een gegeven moment, als ik dan mensen nog helemaal niet heb gezien, en dat weet ik dus, omdat ik zelf ook de opvolging doe in die groep, dan mail ik ze op een gegeven moment één keer van, joh, ik zie je niet, en hoe zit het ermee, en dat soort zaken. En dat komt eigenlijk op dit moment in het gedrang, daar heb ik geen tijd meer voor, en dat is iets wat mijn dochter nu gaat doen. Ja, nog een andere vraag, want je bent offline heel goed, Veronique, ik heb je laatst ook mogen zien. Ja, echt fantastisch was dat. Maar je maakt dus ook hele goede online trainingen. Dat vind ik heel bijzonder. Ja. Wat is voor jou het belangrijkste ingrediënt van een goede online training? Laat ik zo zeggen, een goede online training. Wat ik zie als een goede online training, is dat er resultaat uitkomt. Ja. Dat zie ik aan jouw recensies. Dat hoor ik van jouw klanten. Ja. Wat maakt dat jij? Wat is het belangrijkste ingrediënt van een goede online training? Ja, nou, ik heb het andersom gedaan. Kijk. Mijn Amerikaanse coach is een beetje anti-online. Die doet alles offline. En ik heb dus bij haar het vak geleerd, zeg maar, in eerste instantie. En wat ik dus heb gedaan, is ik heb eerst heel veel offline trainingen gegeven. Mooi. En op een gegeven moment zat mijn agenda zo vol, dat er echt niks meer bij kon. En ze zegt, dat is eigenlijk pas het moment waarop je online moet gaan. En nogmaals, daar zijn 22 visies op. Dit is maar mijn waarheid en niet de waarheid. Weet je, daar doen mensen het andersom. Maar dit is zoals ik het heb gedaan. En daar gaan we niet over in discussie. Jij hebt gelijk en ik heb gelijk. Maar wat ik dus heb gedaan, is ik heb een bepaalde training. Ik denk wel 25 of 30 keer live gegeven.
waardoor ik wist dat de volgorde juist was, waardoor ik wist dat die extreem aansloot bij de wensen van mijn ideale klant. Want in die 25 tot 30 keer heb ik hem dus na iedere serie weer aangepast, bijgeschaafd, geoptimaliseerd, dingen toegevoegd. En die offline training heb ik omgezet in een online product. Ja, mooi. En dat maakt dus dat ik iets al heel veel offline had getest. En exact diezelfde kennis in exact die volgorde met exact dezelfde oefeningen uiteindelijk online heb gezet. Dus, en daarom loopt hij zo goed. Ja, precies. Dus hij is gewoon helemaal uitontwikkeld. Ja, mooi. Ja. Fien die zegt, Veronique, je was op je 24ste gratis advies aan het geven over business doen. Ja. Waar haalde je toen dat zelfvertrouwen en die kennis vandaan? Nou, weet je, dat zelfvertrouwen was er eigenlijk helemaal niet. Maar mensen stelden mij gewoon een vraag, weet je. En dat is zo ontzettend fijn. Hoe langer we bezig zijn met ondernemen, hoe meer we onze naïviteit verliezen. Wat zo onwijs cool is, ik begeleid dus inderdaad ondernemers die zeggen, ik wil een ton of meer verdienen. En ik begeleid dus mensen die al een basis hebben staan. En ik noem dat altijd een beetje mijn jonge honden en een beetje de wat meer gezapige en wat meer verwende ondernemers. Die jonge honden van mij, weet je, die denken nergens bij na. Die maken dus ook niks ingewikkeld en die doen dus gewoon. En het gemak waarmee zij klanten maken, doordat ze er niet over nadenken. Hoe langer je ondernemer bent, hoe meer je over dingen na gaat denken, hoe meer je jezelf in de weg gaat zitten. En op mijn 24ste, ik ben natuurlijk dochter van een kruidenier, dus ik ben echt in de winkel van mijn vader opgegroeid. Mijn vader en moeder werkten allebei in de zaak, dus het ging bij ons thuis ook altijd over business bouwen. Ik werkte altijd in de winkel, dus ik weet hoe het werkt. Ik heb ook nog eens bedrijfskunde gestudeerd, dus ik had echt al veel kennis van ondernemerschap. En dat hele ding met zelfvertrouwen, weet je, dat is iets wat in je hoofd zit. Maar mensen stelden me een vraag en daar had ik dan een antwoord op. En omdat ik er geen geld voor vroeg, heb ik me nooit afgevraagd, is dit wel goed genoeg? En dan kwamen ze terug en dan zeiden ze, ik heb gedaan wat jij zei. En dat werkte, ik zeg, mooi. Weet je, en dat heb ik dus heel lang op die manier gedaan. Totdat ik er inderdaad op een gegeven moment te veel over na ging denken. En er al eerder mijn bedrijf van wilde maken. Maar toen kwam dat Urkemannenkoor. Maar ze gaan er vast geen geld voor betalen. En wie zit er nou op te wachten? Terwijl ik het al 20 jaar deed. Dus weet je, de kennis had ik omdat ik daarvoor gestudeerd heb en het bij mijn vader heb geleerd. En het zelfvertrouwen had ik niet, maar ze stelde me een vraag, daar gaf ik antwoord op. Als mijn kind vanavond vraagt, hoe kook je aardappels? Nou, dan zeg ik, nou ja, je neemt aardappels, je schilt ze, je gooit ze in een bakkie. Je steekt er een vork in en als ze uit elkaar vallen, dan zijn ze klaar. En met dezelfde naïviteit en gemak gaf ik die ondernemers ook antwoord. Maar we maken er vaak in ons hoofd zo onwijs groot iets van. En als ik iets heb geleerd van mijn vader, en nog steeds is dat zo, ik heb zo'n ontzettend simpele business. Er is niemand die zo'n simpel bedrijf heeft als ik. Er is hier echt niks ingewikkeld. Het hangt, nou, tegenwoordig iets meer omdat Co en Sophie dat oppakken, maar het heeft zo lang van de houtje touwtje aan elkaar gehangen. En ondertussen verdien ik bakken met geld. Ja, weet je, dat omdat ik weiger om het ingewikkeld te maken. Ja. Ja, dus hou het simpel. Maar we maken het vaak ingewikkeld omdat we een excuus hebben om het niet te hoeven doen. Ja, omdat we geen zelfvertrouwen hebben of dat soort dingen. Ja, ik vind het ook altijd wel heel mooi wat Ilko zegt. Van laten we vooral geen praktische problemen spiritueel proberen op te lossen. Nee, dat. Ja, mooi. Ja. En Ella die vraagt, hoeveel mensen trainde jij offline tegelijk? Ja, nou ja, en die eerste vraag vind ik nog veel belangrijker. Ja. Weet je, dit is ook altijd een heel gevaarlijk antwoord door wat heel veel verkeerd wordt uitgelegd. Ik las dit weekend in de krant een artikel over burn-out. En dat was een artikel naar mijn hart. Suzanne zegt het ook altijd. Je krijgt geen burn-out door te hard werken. Je krijgt alleen maar een burn-out als je werk doet wat je geen voldoening geeft. En als je in een omgeving werkt die toxic voor je is. En voor mij, weet je, ik heb een plan. Ik denk, ik ga een challenge doen. Dan bedenk ik een aantal onderwerpen die ik ga behandelen. En dan denk ik, volgens mij zijn dit hele waardevolle dingen. En daar heb ik dan over nagedacht. Dan vervolgens bedenk ik de strategie hoe ik dat dan om kan zetten in omzet. Ja. Als ik dan gedurende zo'n week langzaam toch zeer zeker erachter kom dat wat ik heb zitten bedenken, dat werkt. Dat dat aanslaat. Dat mensen er enthousiast over zijn. Dat ik plat gemaild word door mensen die zeggen, Jezus, wat is dit waardevol. Ik heb alles toegepast wat je zei en ik heb nu al mijn eerste klant. Weet je,
Er zitten zoveel mensen te zeiken over de balans tussen hard werken en dergelijke. Op het moment dat je net als ik dan een keer zo'n week 80, 90 uur werk, omdat je een ton binnenloopt, weet je, binnensleept, dat heb ik deze week weer niet meer. Weet je, dus dat is mijn balans. En dat artikel was zo'n artikel naar mijn hart. Je raakt alleen maar in een burn-out als je ongeïnspireerd werk doet. Maar ik heb de hele week op wolkjes gezweefd. Weet je al hoe cool het is als mensen zeggen, oh, ik ga het ook doen. Weet je, en zoals je mogelijk al merkt, ik ben helemaal niet omzetgedreven, maar als dan alles op zijn plaats blijkt te vallen en dan ook nog die kassa rinkelt, weet je, dan ontstaat er iets in je wat het bijna overneemt. En dat ik dan deze week weer wat rustiger aandoe. Nou, heerlijk gisteren een heerlijke dag heb gehad met mijn gezin en daarna nog bij mijn schoonfamilie ben geweest. Weet je, ik heb daar niet 6 weken voor nodig om daarvoor op te laden. Mijn weken zijn niet allemaal zo gevuld. En al zou dat wel zo zijn, ik trek dat echt wel eventjes, omdat ik iedere dag God op mijn blote knieën werk. God op mijn blote knieën dank dat ik dit werk mag doen. Ja, dus ja. Weet je, dat getrut over burn-out en ja, ik ben zo bang dat ik de balans kwijtraak. Zorg potverdomme eerst maar eens dat je op dat punt komt dat je zoveel klanten krijgt dat mogelijk die balans is verstoord zou kunnen worden. En zolang we zeggen, oh jee, ik ben zo bang dat ik een burn-out krijg, geef je gas met de handrem erop en dat kost veel meer energie. En hoeveel train ik dan mensen offline tegelijk? Doordat ik soms wel 4 of 5 groepen naast elkaar startte in een maand en er zaten altijd 12 tot 15 mensen in. Nog een keer, sorry, want ik was ondertussen even aan het opschrijven. Gas met de handrem erop. Want ja, ik trainde dan inderdaad zoveel mensen tegelijk, omdat ik per maand wel eens 4 of 5 groepen tegelijk startte. En daar zaten 12 tot 15 mensen per keer in. Maar omdat ik die training al 20, 25 keer gegeven had, liep ik, want mijn kantoor is beneden, mijn kantoor is boven, mijn trainingsruimte is beneden. Als ik dan naar beneden liep, dan dacht ik, welke groep is dit? Oh ja, die groep. Wat is de trainingsdag? Is vandaag dag 1, dag 3 of dag 5? Dan dacht ik, oh, dag 5. Daar hoefde ik niks voor te bereiden, want ik had het al 88 keer gedaan. Oh ja, op dag 5 doe ik dat en dat. Ik kwam naar binnen, ik schopte mijn schoenen uit en ik begon aan de les. Weet je, dus dat kostte me geen energie. Ik ben gek van de groepsdynamiek van live. En zelfs als ik moe naar beneden ging en naar mijn dag startte, ging ik altijd totaal opgeladen weer naar boven, omdat het zo ontzettend cool is om te doen. Wauw. Vind je het jammer dat je dat nu niet meer doet? Ja. Ja. Wat was voor jou de doorslaggevende reden om het anders... Ik kon het verdienmodel technisch niet meer aan. Ja, dat snap ik wel. Ik kon ze niet meer kwijt. Ja, ik snap het wel. Nou, Ella die zegt nog, geweldige vrouw ben je. Too strong, denk ik. Dank je. Nou, hartstikke leuk. We gaan het interview afronden. Misschien is het leuk als je in de chat even laat weten wat je belangrijkste inzicht was. Of wat de eerste stap is die je nu gaat nemen. Nu je al deze wijsheid en rijkdom van Veronique hebt mogen ontvangen in dit interview. Dat zou hartstikke leuk zijn. Dus wat was je belangrijkste inzicht of wat was je belangrijkste les of wat is de eerste stap die je gaat nemen? En Veronique, is er nog iets, een belangrijke boodschap die je wil meegeven? Iets wat in dit interview niet aan de orde is gekomen misschien? Volgens mij is er de afgelopen 2 uur al genoeg gezegd. Als ze dat in ieder geval gaan doen, komen ze al heel eind. Ja. Oh, Ella, mooi. Starten vanuit UWV, noodzaak gebruiken. Nou, dat is zeker al een... Ja, weet je, en mag ik iets heel lelijks zeggen? Echt iets heel lelijks? Het is voor Ella. Ella, zeg even ja of nee. Ella, en nee is ook een antwoord, hè? Want ik heb echt respect voor iedereen's antwoord. Ja, okay. Ja. Weet je, ik haat opstarten vanuit het UWV. Weet je, iedere ondernemer die start, zoals ik dat ook deed met mijn eerste supermarkt, zoals mijn vader dat altijd heeft gedaan, zonder financiële backup. Als je opstart vanuit het IBV, en luister, ik ben een alleenstaande moeder geweest, dus ik weet hoe belangrijk geld is. En ik de overvloed die ik nu heb ik niet altijd gehad, zeg maar. Want ik had 2 hele kleine kinderen en ik stond er alleen voor. Maar weet dat hele UWV gebeuren een ongelooflijke gouden kooi is, waar mensen ook nog eens tegenaan trappen. En ik denk altijd, Jezus, je wordt ook nog betaald terwijl je uit mag vogelen
hoe je ondernemer wordt. En ik werd gewoon in diepe gegooid. En ik moest gewoon in de eerste week al geld verdienen, want anders kon ik de bank mijn miljoen euro niet terugbetalen. Ik moest gelijk de eerste week al terug betalen. Dus die hele UWV-situatie, ik heb er respect voor. Ik weet ook dat mensen niet van de lucht kunnen leven. Ik weet ook dat het een ongelooflijk gouden kooi is, waar je bijna niet uitkomt. Want zolang het UWV er is, heb je een gouden kussen, een fluwelen kussen. En zolang het UWV er is, heb je altijd een handrem, want je mag niet meer dan X verdienen. Dus het is een ontzettende mindfuck situatie om vanuit te starten. Ella die zegt, ik ben net gescheiden. Ik sta er alleen voor met 3 kinderen. Ik ben 52. Heel spannend, maar ik voel je wel. Ja, weet je, en nogmaals, weet je, we hebben dezelfde situatie. Ik had er 2. Maar weet je, zolang dat UWV er is, zal je nooit los mogen. Want je zal altijd voorzichtig doen, want anders ben je je uitkering kwijt. En ik geloof dat als je iets kan met mijn verhaal en je hebt de ballen om te doen wat nodig is, dan kun je, als je de enge dingen gaat doen en 80% van je tijd gaat besteden aan, van de week nog 3 klanten maken. En heb je de hele uitkering niet meer nodig. Maar weet dus dat het de veiligheid is en de allergrootste booby trap waarin je je in kunt bevinden. Mooi. Kim zegt, super interview, heel erg bedankt. Ik ga aan de slag met mijn nut en noodzaak zoektocht. Nou, heel mooi Kim. En dank je wel nogmaals voor je inbreng, want heel dapper van je. Ja. Fien zegt, to do. Sevens, dus een Vlaamse, die gaat heel snel. Is dat? Ja. Ik ga snel een aantal vrienden bellen om te vragen of ze mensen kennen die mijn hulp kunnen gebruiken. En Hester zegt, onwijs bedankt. Mijn les is om nut en noodzaak te bepalen. Ja. Ja, prachtig. Echt, ja, heel mooi inzicht ook weer. En ook heel mooi hoe je dat geïllustreerd hebt met jouw eigen verhaal. Want ik had een soort van roze bril op bij jou. Ik denk, waar is die nut en noodzaak bij Veronique? Ja. Maar ook bij jou is die gewoon aanwezig. Ja. En wat heel belangrijk is, nog even het laatste dan. Ja. Er bestaat zoiets als de wet van Parkinson. En de wet van Parkinson die zegt, de ruimte die je hebt, die vult zich. En ik heb altijd op mijn betaalrekening van de zaak maar heel weinig geld staan. En wat wij ook nog eens doen, op de eerste van de maand betalen wij onszelf al ons salaris uit. En dat maakt dus ook dat er qua kosten, want we hebben natuurlijk een bepaalde constructie, ik op de eerste van de maand al vet in de min sta. En van daaruit ontstaat al nut en noodzaak om. En de meeste mensen die zeggen, ik ben nut en noodzaak aan het bepalen, dan betaal je jezelf dus ook niet uit. Ja, mooi. Ja, interessant. Dan neem je genoegen met de restjes die er zijn. En dat zijn altijd hele kleine restjes. Nou, mooi. Ja, ik wil je heel erg bedanken, Veronique. Ik merk dat ik nog wel heel veel vragen heb. En ik denk de luisteraars ook. Laura die zegt nog super bedankt, Veronique. Heel graag gedaan. En waardevol. Graag gedaan. Nou, dat is ook zeker wat ik vind. Ik wil je heel erg hartelijk bedanken, Veronique, voor dit geweldige gesprek. Dankjewel. Voor de tijd die je hebt gemaakt. Je kostbare tijd heb je ter beschikking gesteld aan de Mastermovers. Wat ze heel veel waarde gaat geven. Weet je, als ondernemer is het zo belangrijk om te leren van jou als ondernemer. Dus heel erg dankjewel daarvoor. Graag gedaan. Bedankt voor de kans. Ja, en een hele fijne avond. Jullie ook. Tot de volgende call. Oké, succes. Hoi hoi. Doeg.